De veiligheidssituatie was bij DigiNotar. Dat hebben ze een opdracht, die heb ik dus met DigiNotar gesloten. En er hoort ook een NDA bij, een geheimhoudingsovereenkomst die ik met DigiNotar toen heb afgestemd. En daar zal ik me ook aan houden. Wat niet onmogelijk maakt om toch een en ander wel te zeggen, denk ik. Want er is ook gewoon een publiek rapport en dat wil ik met liefde toelichten. Zijn er vragen bij de leden? Ik begin bij de heer Elissen. Nou ja, ik begrijp natuurlijk dat van die geheimhoudingsverklaring, dat begrijp ik. Ik begrijp ook dat het onderzoek dus in opdracht is gebeurd van DigiNotar. Dus ik plaats daar wel vraagtekens bij in hoeverre je dan in staat bent om dat objectief te onderzoeken. Een publiek rapport. Kunt u iets zeggen over de breedte van dat onderzoek en of u daardoor gehinderd bent, met bijvoorbeeld door de beperking van zo'n opdracht of door die geheimhouding? Nee, ik denk dat wat in het rapport staat, daar staat alles wel in wat we wilden zeggen. En ook de opdracht, die is ook gegeven met het idee van gaan we hier maar kijken en doe maar onderzoek. En natuurlijk zit er altijd een slag in dat je met de opdrachtgever gaat kijken. Staat hier in zoals je het bedoeld had wat we gingen beschrijven. Maar we zijn begonnen al 10 jaar geleden als forensisch onderzoeksbureau. En er hoort bij dat wat je vaststelt, dat schrijf je ook op. En natuurlijk is er een opdrachtgever, maar wij kunnen het ook niet zo lang volhouden als we de dingen niet opschrijven zoals we ze zelf daadwerkelijk vaststellen. De heer Elissen nogmaals. Ja, een vervolgvraag. Want u zegt dan, u heeft alles opgeschreven wat u wilde zeggen. Maar heeft u ook alles op kunnen schrijven wat u zou kunnen zeggen of kon zeggen? Ja, ik kan heel veel meer zeggen. We hebben ons een beperking opgelegd en dat zal ik nu ook vanavond doen, is dat we puur de feiten zouden vaststellen en die weergeven en speculeren over, je zal in het rapport ook niet vinden dat een conclusie van ons dat we vinden dat er fouten gemaakt zijn. Er staat gewoon wat we vastgesteld hebben en er zijn andere. En ik denk zeker in het kader van de toezicht rondom PKI-omgevingen. Aan hun is het om dan daarna een oordeel te vellen. Mevrouw Gesthuizen. Ja, voorzitter. Toen de omvang van, ik mag het toch wel een kleine ramp of catastrofe noemen, tot ons allemaal doordrong. En toen ook de eerste, in eerste instantie geruchten daar waren van mogelijke betrokkenheid van een vreemde staat bij de inbraak. Toen ging bij mij, ik denk bij heel veel mensen, in ieder geval in eerste instantie het belletje rinkelen van is dit een kwestie van spionage? Kunt u daar, ondanks de beperkingen die u in acht moet nemen, enig licht op laten schijnen? Ja, dan kan ik vooral citeren zoals het in het rapport staat, maar dat zal ik dan vrij citeren, want ik weet niet precies hoe daar in mijn hoofd staat, maar... Er staat in dat we in ieder geval vastgesteld hebben dat van de 300.000 mensen in Iran die naar de Google-site gegaan zijn, dat hun verkeer omgeleid is. En of dat dan een kwestie is van spionage of een aparte hacker, die conclusie wil ik verder niet trekken. Mevrouw Gesthuis, vervolgvraag. Mevrouw Hachi, D66. Ja, ik pak sowieso even een vervolgvraag als het gaat inderdaad om de hack en de gegevens van 300.000 Iraniërs. Kunt u ook iets meer geven? Is echt het e-mailverkeer inhoudelijk? Kunt u dat vanuit uw expertise aangeven wat voor informatie uiteindelijk gehackt is? Zijn het mails tot herleidbaar tot waar mensen wonen? Kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, wat we feitelijk alleen kunnen zien is dat van 300.000 verschillende IP-adressen... een browser heeft ingelogd bij Google en ondertussen heeft geverifieerd, klopt het certificaat? En of mensen dan daarna hun fotoalbum gaan bekijken of gaan e-mailen of op Google Latitude of wat je nog meer van moois kan bij Google kan doen, dat kunnen we niet zien. En ik hou zelfs nog de optie open dat het alleen maar een landingpage is geweest waar mensen hun credentials hebben ingevuld, dus de username en password. En als je die één keer hebt, dan kan je daarna ook als afluisteraar daarvan heel veel meer gaan bekijken wat er daarachter gebeurd is met die username password. Vervolgvraag? Geen vervolgvraag, voorzitter, maar ik zou ook
twee andere vragen willen stellen. U heeft onderzoek gedaan bij DigiNota. Kunt u iets meer vertellen over de mate waarin de beveiliging bij DigiNota geregeld was? En ik stel hem ook in het licht van, het lijkt dus slecht geregeld, maar ik heb ook begrepen dat het conform de sector is. Kunt u daar iets meer over zeggen? En mijn tweede vraag zou zijn, in hoeverre dit af te vangen is met toezicht? Scherpere toezicht, betere toezicht? Ja, beide vragen ga ik niet in. Sorry. U heeft nog een vraag of wilt u het daarbij laten? De heer Elvazet van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of u op deze vraag in kunt gaan, maar hadden zaken die ontdekt zijn door uw bedrijf, en dan doe ik met name op basale veiligheidszaken, basale software updates, viruskennis, dat soort zaken, hadden die ontdekt kunnen worden ook door gangbare IT-audits? En mijn tweede vraag is, u bent een marktspeler, misschien wel een unieke marktspeler in Nederland. Kunt u iets vertellen over de markt van het soort bedrijven die in Nederland zijn, of het kennisgehalte in de markt in Nederland? De heer Prins. Ja, je laatste vraag weet ik nog. Ja, we zijn uniek. En wij worden er altijd bij gehaald als dingen misgaan. Dus ik zal allicht ook niet een heel eerlijk beeld hebben. En als dingen goed zijn, dan komen we er vaak niet. We worden heel vaak gevraagd van, wil je kijken of een omgeving veilig is? En dan vinden we altijd wel wat. En daar kan je heel lang over hebben van, was het dan heel onveilig of niet? Het is blijkbaar niet nog door een ander gevonden en al uitgebuit. Het gebeurt echt heel erg zelden dat als we een penetratietest uitvoeren, dat we dan toch niet wel op plekken kunnen komen waarvan de opdrachtgever gehoopt had dat we nooit zouden komen. In dat licht is dus het doen van iets met ICT en zorgen dat het heel goed veilig blijft, is een verdomd moeilijk verhaal. Kunt u uw eerste vraag nog even herhalen? Mijn eerste vraag is, hadden zaken die ontdekt zijn door u, dan heb ik het niet over alles wat in het rapport staat, maar gewoon basale zaken die je gewoon op orde zou moeten hebben. Dat geldt niet voor zo'n bedrijf als DigiNota, maar gewoon een normaal ICT-bedrijf die diensten levert aan de overheid. Zouden die ook door een gangbare IT-audit hebben kunnen vast worden gesteld? En mijn tweede vervolgvraag. Oké. Heer Prins. Ja, ik denk dat er nog heel veel meer bedrijven in Nederland zijn die ook IT-audits uitvoeren, die dit ook zouden vaststellen. De heer Elvazet. Ja, over dat tweede puntje als marktspeler. Heeft u nou veel concurrenten in Nederland daaraan gekoppeld, zeker als de overheid afhankelijk is van één bedrijf zoals de uwe? Wat vindt u daar eigenlijk van? Oh, sorry. Ja, we hebben zeker concurrenten, want ik merk dat we heel veel offertes ook uitbrengen die we niet winnen, omdat dan een andere partij het gaat doen. Dus die concurrenten zijn er. Ik denk wel dat wij een heel duidelijke niche hebben gekozen met ons bedrijf, wat voor soort opdrachten we graag doen. En ik merk ook het... Wij doen bepaalde dingen vaak en omdat we ze vaak doen, zijn we er erg goed in geworden. En je merkt dus dat het opsporen van een hacker bijvoorbeeld, wat hier totaal even buiten staat, maar wat we natuurlijk ook wel eens doen, dat is een kunst. En als je dat vaker doet, dan leer je daarvan en kan je dat steeds beter. En ik denk niet op zich dat we hebben hele bijzondere mensen natuurlijk, maar... Er zijn heel veel meer IT'ers die dat zouden doen als ze maar geoefend zouden zijn zoals wij dat zijn. En ik denk dat we daar echt een voorsprong in hebben. Bedankt voor deze vraag. De heer Heijne van de PvdA. Ik heb de indruk dat de heer Prins korte vragen op prijs stelt en die kort op antwoordt. Dus ik wil er een aantal stellen. Heeft u eerder opdrachten uitgevoerd voor DigiNota? Nee, hebben we nog nooit eerder gedaan. Heeft u opdrachten uitgevoerd voor een van de 6 andere autoriteiten die certificaten uitgeven voor PKI Nederland? Dan moet ik even nadenken, want opdrachtgevers zijn altijd geheim. Maar misschien maak ik mezelf nu wel te moeilijk. Heeft u offertes uitgebracht voor veiligheidsonderzoeken bij een van de andere centrale autoriteiten?
Nee, voor dat specifiek, kijk, een van die partijen is heel groot, daar kan ik wel open over zijn, dat is Getronics. En daar hebben we wel eens mee samengewerkt. Zover ik nu weet, en ik weet werken niet altijd alle opdrachten die we doen, hebben we nooit naar hun certificaten of PKI-omgeving gekeken. Maar hoe komt die genota dan bij u terecht en niet bij bedrijven die misschien meer gespecialiseerd zijn in het scannen van de veiligheid van bedrijven die certificaten uitgeven? Ja, ik denk dat we een naam hebben van als het omgaat van dat er mogelijk hackers geweest zijn en okay, die sporen te vinden, dat je dan bij ons moet zijn. En ik zou zo kunnen zeggen dat wij ook niet het gespecialiseerde bedrijf zijn om een PKI-omgeving te gaan auditen. En, want daar hangt veel meer aan vast dan alleen techniek, maar ook alle processen eromheen. En, moet heeft u bij uw korte onderzoek bij DigiNoter ook enig historisch onderzoek kunnen verrichten naar bijvoorbeeld een hackpoging al in 2009? Of heeft u zich moeten beperken tot de aangifte, bij u dan, van de hack vanaf juli 2011? Nee, ik ben door DigiNoter nergens in beperkt in wat we mochten onderzoeken. De beperking die er is, is gewoon qua tijd geweest, tijdsdruk om op een bepaald moment een rapport uit te brengen. Maar heeft u ook zover teruggekeken naar de hack in 2009? Nee, volgens mij refereren we in het rapport alleen naar een ander securitybedrijf wat daar sporen van heeft gevonden. Okay. In het kader van die security onderzoeken worden altijd van die penetraties gefingeerd, hè? En hoe kan het zijn dat bij eerdere penetraties bij DigiNotar de lekken niet gevonden zijn? Ja, zou ik echt niet weten. Kan ik niks op zeggen. Dank u wel. Nou, ja, ik wilde natuurlijk heel graag vele vragen stellen, maar ik begrijp dat er een geheime houding zit. Als VVD-woordvoerder en even niet als voorzitter, zou ik willen benadrukken dat het me zeer spijt dat DigiNotar hier niet zelf aan tafel zit. Omdat daar natuurlijk vele vragen aan gesteld hadden moeten worden. Maar laat ik die conclusie nog even voor me houden voor een later moment. We gaan door naar de toezichthouders. Drie heren aan tafel. Voeren allebei de heren van Opta het woord of gaat er één het woord voeren? Ik begin, maar ik sluit niet uit dat een aantal vragen ook door mijn collega worden beantwoord. Dat lijkt me prima. Dan begin ik bij u. Ik heb nog wel vragen aan heer Prins. Ik dacht alleen dat u zelf wellicht ook nog vragen zou willen gaan stellen. Is het... Als u nog heel even geduld kunt hebben, dan geef ik het woord nog even aan mevrouw Gesthuizen ten aanzien van de heer Prins. Nog een vraag. Voorzitter, er zijn mensen die zeggen, omdat de Kamer hier toch wel breed voelt dat het nodig is om precies de vinger erop te leggen van hoe heeft het nou zo allemaal kunnen lopen. Er zijn mensen, ook wel deskundigen, die zeggen het heeft geen zin om als overheid hele concrete afspraken te maken of zo concreet mogelijk afspraken te maken met een bedrijf wat garant staat voor een deel van de veilige communicatie via internet zoals DigiNotar ten aanzien van technische aspecten bijvoorbeeld van audits, run-throughs, wekelijkse check-ups, dat soort zaken. Dingen die standaard in procedures moeten zitten om ervoor te zorgen dat je af en toe om dat hek heen loopt en kijkt, heeft er iemand met een schaar een gat zitten knippen in het ijzerdraad. Het heeft geen zin om daar afspraken over te maken, want de techniek gaat zo snel dat je daar eigenlijk nooit iets over in regelgeving kunt vastleggen. Wat is uw mening daarover? Ja. Daar kan ik wel wat over zeggen, want dat heb ik ook al eerder gedaan. Dus ik denk dat het heel moeilijk is voor bedrijven om een hacker die echt naar binnen wil gaan ook tegen te houden. En die hacker die heeft elke dag nieuwe opties om zijn kunstjes uit te voeren. Het is ook een ICT-omgeving, het is ook niet een statisch iets, dat is ook iets waar dagelijks vaak aan gewerkt wordt. Dus de omgeving verandert. Dus ook het periodieke controleren daarvan, dat heeft voor die periode dan eventjes misschien of kort daarna effect. En zeker als het gaat om, en ik wil dus niet meer impliceren dat ik nu denk dat nu zo is, maar als het gaat om een statelijke actor die ergens probeert binnen te komen, dan denk ik dat je werkelijk moet afvragen of je van die bedrijven kan verlangen dat zij in staat zijn om die statelijke actor buiten de deur te houden. En dat je dus misschien vanuit de overheid daar wat hulp zou bij mogen bieden om dat te doen. En dan val ik terug op het argument van
hoe vaak vindt er nou bij je spionage plaats en hoe vaak kan je dat, en hoe goed ben je er dus in staat om dat te herkennen. En juist als je dat met een vast team, vanuit wat voor een overheidscentrum dat dan ook doet, continu zit te doen, dan word je er veel geoefender in. Dan komt weer de oefening en het vingerspitsengevoel naar voren. Om rare kenmerken te zien op het netwerk die jou kunnen triggeren dat er iets raars aan de hand is. En dat is dus niet iets wat je, dat is echt een geoefend kunstje en dat is niet iets wat je bij die bedrijven zelf kan neerleggen. Voorzitter, dan begrijp ik het goed, dan is het dus niet iets waarvan we zeggen, nou, we gaan bepaalde technische, dat kan ik me ook heel goed voorstellen hoor, we gaan niet bepaalde technische specificaties of regeltjes, die gaan we vastleggen. Maar wat ik me dan wel kan voorstellen is dat je gewoon een, ik weet het niet hoor, dagelijks lijkt me wat veel, maar een wekelijks of een tweewekelijks of een maandelijks overleg hebt waarbij je gewoon met elkaar om tafel zit en zegt van nou, wat hebben we nou deze week allemaal gedaan? Ja. En wat hebben we nou deze week allemaal ondernomen om te kijken of er is ingebroken? Ja, ik denk niet dat het in overleggen zit. Het zit gewoon in uiteindelijk op die kabels kijken. En met elkaar praten gebeurt er heel veel. Dat heeft voor een gedeelte wel wat geholpen, maar nog niet voldoende. En dan wijs ik heel graag elke keer naar hoe de Engelsen het doen. En daar wordt op de in de vitale infrastructuur helpt GCHQ, en daar gaan straks de mensen aan het einde van de tafel nog eens wat meer over zeggen. Die helpen uiteindelijk die vitale industrie en vitale omgevingen met het weerbaar houden van die ICT-omgeving. Vooral omdat ze daar kennis hebben die je misschien wel geheim wil houden, of die je alleen maar daar hebt omdat je een beeld hebt van een heel land wat er gebeurt. En dus dat is niet informatie die uiteindelijk, of een methodiek die je uiteindelijk neer kan zetten binnen een zo'n vitale omgeving. Gaat uw gang. Ook omdat de heer Prins aangeeft, als een hacker binnen wil komen, komt hij toch wel vaak binnen. En dat de hulp van de overheid nodig is. Kunt u iets meer toelichten in welke hoek we dat dan zouden moeten zoeken? En als u daarbij ook de koppeling kunt maken tussen de grenzen of de rol die de overheid kan spelen om hier beter op in te spelen en de rol en de verantwoordelijkheid vanuit het bedrijf. Zoals DigiNota in dit geval. Nee, ik ga niks over DigiNota weer zeggen. Volgens mij vroeg u concrete plek waar dat zou moeten. Nou, we hebben al een GovCert en dat wordt straks opgenomen in een Nationaal Cybersecurity Centrum. Dat zou voor mij de ideale plek zijn waar mensen de hele dag zitten te waken, werkelijk te waken, net zoals de politie dat op straat doet, maar dan over de veiligheid op het internet. En politie leiden we ook op, omdat zij dingen kunnen doen die we zelf niet kunnen doen. En die weten ook boeven buiten de deur te houden, hopen. Nou, dat zouden we op de digitale manier net zo goed kunnen. En dan is de vraag of dat met politie moet of in een andere vorm. Maar ik denk dat bij GovCert zit nu al de meeste kennis. Lijkt mij een hele goede zet om dat uit te breiden en daaronder te brengen. Is uw vraag daarmee afdoende beantwoord? De heer Elis, heeft u nog een vraag? Ja, misschien toch nog wel. En dan niet over DigiNota, want daar kunt u verder toch weinig over zeggen. Maar dan spreek ik u even aan als expert, als deskundige, want die zijn toch vrij uniek. Mijn vraag is of u kennis heeft van zeg maar, de PKI-voorwaarden. Dat bedoel ik de vereisten die worden gesteld. En die zijn natuurlijk in het verleden tot stand gekomen. En met de kennis van dit moment, vindt u dat die vereisten nog voldoen? Of kunnen die verbeterd worden? En zo ja, heeft u daar suggesties voor? Ja. Daar wil ik best een keer wat langer over nadenken, maar daar ga ik zo gauw nu even niks over zeggen. En ik heb allicht wel wat suggesties, maar ik zou voor mijn beurt praten als ik ze nu al ga roepen. Komt die straks wel terug, Benander, dank u. Zijn hiermee de vragen voor de heer Prins? Gesteld en beantwoord, ja? Dan ga ik nu echt door naar het blokje Opta en ook PwC, maar we beginnen bij Opta. Dank u wel. Volgens mij stond op de agenda dat PwC zou beginnen en... Ja, ik heb er geen probleem mee hoor, maar... Ik heb er als voorzitter behoefte aan dat de Opta de aftrap prima neemt. Ja. Goedenavond allemaal ook, namens Opta. Hartelijk dank ook voor de uitnodiging namens Opta. We zijn blij dat we hier de gelegenheid hebben om ons besluit, wat we gisteren hebben gepubliceerd, toe te lichten. Mijn naam is Johan Ketelaar, ik ben afdelingshoofd bij de Opta. Naast me zit Raoul Klein, die is expert bij de Opta. En ik wil in deze korte inleiding, die zeker niet langer dan 5 minuten duurt, ik denk een paar minuten, kleine toelichting geven op het toezicht wat Opta uitoefent in deze markt. Toezicht van Opta, dat is belangrijk om te zeggen in deze inleiding, beperkt zich tot de gekwalificeerde certificaten. En ik zal u nu vertellen wat de stappen zijn die Opta heeft gezet de afgelopen periode. Zoals ik zei, het betreft uitsluitend de gekwalificeerde certificaten. Dit zijn de certificaten waarmee elektronische handtekeningen kunnen worden gezet.
wellicht bekend. Vaak door middel van een pasje met een chip. En DigiNotar geeft deze type certificaten uit naast andere certificaten, waaronder de servercertificaten, de zogenaamde SSL-certificaten, waar de problemen zich in eerste instantie hebben geopenbaard. Het toezicht op de aanbieders van gekwalificeerde certificaten is geregeld in de Telecommunicatiewet, in het besluit elektronische handtekening en in de regeling elektronische handtekening. En Opta is de toezichthouder daarop. Aanbieders van gekwalificeerde certificaten dienen zich te registreren bij de Opta en laten zich daarna toetsen door een externe auditor, waarvan de heer De Bruin hier naast me er één is. Deze auditors die worden geaccrediteerd en door de minister van ELNI aangewezen. In de praktijk verrichten ze eens per jaar een reguliere aangekondigde audit. Hierin wordt getoetst of aan de normen van de aanbieders wordt voldaan. En deze audits vormen, en de wetgeving is ook zorg voor geformuleerd, de basis voor het wat wij noemen tweede lijns toezicht wat Opta uitoefent. Dus in eerste instantie de auditor en daarna Opta die aan de hand van die rapporten toezicht uitoefent. Opta vraagt ieder najaar de auditrapporten bij de verschillende certificatiedienstverleners op. En indien uit dit auditrapport volgt dat een aanbieder niet aan de normen voldoet, kan Opta nader onderzoek doen. Als vervolgens blijkt dat die activiteiten in strijd met de wet worden uitgevoerd, kan Opta de registratie beëindigen, waardoor een bedrijf niet langer gekwalificeerde certificaten mag uitgeven. Dit is wat er met DigiNotar is gebeurd. In het door Opta vorig jaar opgevraagde auditrapport over DigiNotar, dat was een auditrapport van februari 2010, voldeed DigiNotar aan de normen. Naar aanleiding van de problemen die onlangs ontstonden bij DigiNotar bij de uitgifte van de servercertificaten, waar Opta dus geen toezicht op houdt, ik herhaal het nog maar even, besloot Opta eind augustus om onderzoek te doen naar de uitgifte van de gekwalificeerde certificaten van DigiNotar. En in dit kader heeft Opta het meest recente auditrapport opgevraagd, dat was van maart 2011. En ook in dit auditrapport bleek andermaal dat DigiNotar aan de normen voldeed. Wat Opta daarnaast heeft gedaan, is het rapport van Fox IT, waar de heer Prins net over sprak, gevorderd. En heeft vervolgens ook met onderzoekers van Fox IT uitgebreid gesproken, de experts van Opta, met de onderzoekers zelf. En Opta heeft vervolgens DigiNotar in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op het standpunt wat Opta zich toen had gevormd. En het resultaat na die zienswijze is het besluit, zoals we dat eerder deze week hebben genomen en gisteren op onze website hebben gezet. Wellicht heeft u het kunnen lezen. En dat is dus na de zienswijze die DigiNotar daarover heeft gegeven gebeurd. Ik zal heel kort nog heel even de inhoudelijke reden toelichten waarom Opta tot het oordeel is gekomen. Wij hebben op basis van de bevindingen uit het Fox IT-rapport en dus de gesprekken die we daarna hebben gevoerd, gezien dat bij de inbraak op de systemen van DigiNotar ook toegang is geweest tot de systemen waarop de gekwalificeerde certificaten zijn aangemaakt. Dus daar zijn mensen geweest. De betrouwbaarheid van die systemen, van die certificaten die daardoor ook werden uitgegeven, die gekwalificeerde certificaten, konden daarmee niet langer gegarandeerd worden. En dat is, zo zit de wet eenmaal in elkaar, dat is voor Opta een reden om de registratie van DigiNotar in te trekken. En dat heeft u gisteren kunnen zien. Dit houdt concreet in dat DigiNotar sinds gisteren de uitgegeven geen gekwalificeerde certificaten mag uitgeven. En dat ze de oude, reeds uitgegeven gekwalificeerde certificaten dienen in te trekken. Dit is mijn inleiding en voor vragen. Ik begin nu even aan de achterkant, de heer Heijnen. Nou ja, als ik het goed begrijp, dan beperkt het toezicht op bedrijven als DigiNotar zich tot het toezicht op het handhaven van wettelijke regels. En dat wordt eigenlijk in eerste lijn gedaan in opdracht van u, naar ik dan veronderstel, door PricewaterhouseCoopers in deze casus. Maar is er niet ook een toezicht van de opdrachtgever, in casu Logius, denk ik, of een andere organisatie, bij het ministerie, op het leveren conform de voorwaarden zoals die bij de opdracht zijn gesteld? Het eerste deel van uw vraag, het is niet in opdracht van Opta dat de auditors worden aangesteld. Dat staat gewoon in de wet en dat wordt in feite door de minister bepaald. En die worden ook gecertificeerd via ELNI.
En het toezicht is zo vormgegeven dat, en daar is bij de totstandkoming van de wet en regelgeving hieromtrent, dat Opta dat tweede lijns toezicht doet. Dus in eerste instantie de auditor en daarna het toezicht door Opta en daar beperkt het zich toe. Ja, ik probeer het even goed te begrijpen, want ik begrijp nu dat dus in opdracht van de minister van Ely, PricewaterhouseCoopers, misschien ook nog andere, de eerste lijns toezicht houden. En dat doen ze op grond van de generieke wetgeving met betrekking tot bedrijven die certificaten uitgeven. Maar wie houdt in het bijzondere toezicht op die PKI-opdrachten van het Rijk? Wie doet dat dan als u dat niet doet en PwC dat niet doet, omdat ze een meer generiek toezicht uitoefenen? Mag ik daarop reageren? Heel graag. Ik denk dat we even moeten herstellen dat het niet de minister is die opdracht geeft aan de auditors om de certificatiedienstverleners te auditen. Het is een systeem van vrijwillige accreditatie. Dus in dit geval heeft DigiNotar PwC de auditor gevraagd om haar te auditen. Op het moment dat zo'n partij geaudit is, staat in de wet dat wordt aangenomen dat die aan de regels voldoet. Dus als er een certificaat is afgegeven door de auditor, dan wordt daar door de wet de consequentie aan verbonden dat hij mag worden aangenomen dat hij aan de regels voldoet. Dus het is een vrijwillig systeem van accreditatie. Dat heeft ook betrekking op de bijzondere eisen die door de opdrachtgever in casu de overheid met zijn PKI extra eisen wordt gesteld. Dat zou je in principe aan PKI-overheid of logisch moeten vragen. Maar ik weet dat de auditors ook auditen op de eisen van PKI-overheid. Maar misschien kunt u dat dan aan de heer De Bruin vragen. Niet per onderwerpje. We gaan even door met de heer Elfazet. We komen zo bij PwC, want laten we even die groepen... Als het zo technisch is, dan is het misschien toch handig om op de blokjes in te zoomen met vervolgvragen. Of ben ik nu het spoorpest? Nee, ja, en ik vind het even heel belangrijk dat we het gescheiden houden. Meneer Elfazet. Ja, ik wil heel graag van de toezichthouder horen hoe het nou exact geregeld is met toezicht. Welke... technische of procedurele eisen worden gesteld aan audit. Vertrouwt u blind op procedurele of is dat anderzijds geregeld? En in maart afgelopen jaar is er een hack geweest bij Komodo, een concurrent van DigiNotar. U heeft zelf in Opta zijn er vier trusted parties certificaat uitgevers. Komodo was er ook zo één, niet in die vier, maar wel internationaal, ook met PKI-overheid. Zijn er ergens alarmbellen gaan rinkelen, ofwel bij Govcert, ofwel ergens anders, waarop u zou denken van, goh, ik ga die audits eens even opvragen voor die vier trusted parties die u in hun bestand heeft? Ik zal in eerste instantie beantwoorden, misschien dat Raoul me nog kan aanvullen. Voor zover ik weet is de eerder genoemde hack die u noemt, bevond zich in het SSL-domein. Dus dat is wederom niet het domein waar Opta op toezicht houdt. En de auditrapporten die wij langs krijgen op reguliere basis, jaarlijkse basis van alle certificaatuitgevers van de verschillende auditors, die toetsen wij op de zaken die puur betrekking hebben op de gekwalificeerde certificaten. En op het moment dat daar het oordeel door de auditor aangegeven wordt dat het in orde is, dan kunnen wij zelfstandig al allerlei dingen navragen, maar in beginsel gaan we daar dan in mee. Dat is gewoon hoe het ingericht is. Op het moment dat wij indicaties hebben in die auditrapport, dat er toch een aantal zaken verbeterd moeten worden. En in het verleden meen ik me te herinneren dat het ook een aantal malen is gebeurd. En dan staan er een aantal aanbevelingen in die partijen moeten verbeteren, die door de auditor worden opgespoord. Dan zien wij daarop toe, samen met de auditor, of dat ook adequaat gebeurt. En als dat niet gebeurt, dan kan je vanzelf in een proces belanden, à la DigiNotar nu. En in één geval, ik zal de naam niet noemen, hebben we daar ooit mee gedreigd dat te doen. En toen zagen we dat er verbeteringen werden uitgevoerd en dat we het alsnog niet hoefden te effectueren. Vervolgvraag? Ja, maar gaat het dan om procedurele zaken of gaat het ook om technische zaken?
Nou, zoals ik net aangaf, de audit vinden vrijwillig plaats. In de wet staat dat als een certificatiedienstverlener aan een bepaalde ETSI-norm voldoet, dat die wordt vermoed aan de wet te voldoen. Dus in principe wordt voor het gekwalificeerde gedeelte onder andere gekeken, voldoet zo'n aanbieder aan die ETSI-norm? In die ETSI-norm staan heel veel dingen. Dat is een heel technisch gebeuren, maar in principe ook techniek neutraal. Dus er staan ook een aantal dingen in over de systemen. Maar er staan ook een aantal dingen die in de praktijk gewoon geïmplementeerd moeten zijn. Mevrouw Asje. Dank u wel voor uw introductie. U gaf daarin aan dat in 2010 en in 2011, het meest recente onderzoek, dat bleek dat DigiNota aan de normen voldeed. En dat is het eerste wat je dan afvraagt, wat zijn die normen dan? Kunt u daar iets over zeggen? Welke normen bedoelt u dan? Is het ook conform de markt? En het tweede, kunt u iets meer vertellen over het soort onderzoek? Voorganger gaf al aan procedureel. Kunt u daar iets meer over uitweiden? Ook de relatie tussen Opta en PwC als het gaat om de uitvoering van het onderzoek, maar ook het soort onderzoek dat heeft plaatsgevonden. En mijn laatste vraag zou zijn, welke lessen trekt Opta naar aanleiding van de hack bij DigiNotar? Gaan daar zaken veranderen, ook in de vorm van toezicht vanuit Opta, dan wel in samenwerking met PwC? Voor de norm, ja, het is de ETSI-norm, de details kan Raoul en waarschijnlijk de heer De Bruin nog beter toelichten. Het soort onderzoek wat Opta doet, ja, dat is, ik zei het net al, tweede lijns toezicht en daar is bij de totstandkoming van de wet met de wetgever over gesproken. Dat is, ja, je zou het eigenlijk een vorm van zelfregulering en licht toezicht kunnen noemen in onze terminologie. Opta houdt op veel zaken toezicht en als je dit zet naast de andere zaken waar Opta toezicht ophoudt, ja, dan is dit een lichte vorm van toezicht. Dat is niet omdat wij dat allemaal leuk vinden of omdat we daar allemaal vrijwillige keuzes in maken, maar dat is omdat dat destijds bij de totstandkoming en gegeven het totaal pakket van taken wat Opta heeft te doen is afgesproken met de wetgever. Uw laatste vraag, voordat ik het woord aan Roel geef om wat meer over de norm te vertellen, over de lessen die Opta hieruit trekt. Kijk, ik denk dat het primair aan het ministerie van ELNI ook is om daar iets voor te initiëren. En ik heb begrepen dat ze ook in reactie op Kamervragen daar al iets over heeft aangekondigd dat ze daarmee aan de slag gaat. Het lijkt mij niet meer dan normaal dat Opta daar gesprekspartner in is. En ik kan niet vooruitlopen wat daar uitkomt, maar ik denk dat Opta het toezicht zoals het afgesproken was en zoals het gewoon ook echt in de wet is geregeld, namelijk met die auditrapporten die er expliciet staan vermeld, met het tweede lijns toezicht wat daar allemaal in is benoemd, ja, dat we die taak adequaat hebben uitgevoerd of dat goed genoeg is voor de toekomst, ja, daar moeten we over discussiëren en dat zullen we ook doen. Heeft u nog een vervolgvraag? Ja, ik weet niet in hoeverre het zinvol is om helemaal uit te wijden over die ETSI-norm. Ik ben zelf ook geen auditor en ik denk dat de heer De Bruin dat het best straks gaan uitleggen wat precies die vereisten zijn in de ETSI-norm. Oké, dan komen we er straks op terug. Mevrouw Gesthuizen. Ja, voorzitter, als ik het goed begrijp, dan is het dus eigenlijk zo dat een certificatieautoriteit een soort private politie is die zelf moet verzoeken om zijn eigen accreditatie. Als ik de vergelijking met de reële wereld maak. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wie toch diegene is geweest die erachter heeft gezeten dat de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ik noem het maar even, wijsgemaakt kon worden. Dat hij op 31 augustus wel kon zeggen dat er geen enkel gevaar was voor PKI-overheid. Ja, ik kan op die laatste vraag eigenlijk niet ingaan. Ik zou er niet weten wie dat tegen die woordvoerder heeft gezegd. Dat is dus niet een taak die u heeft, begrijp ik, om de betrokkenen bij welke ministeries dan ook te informeren over de stand van zaken wat betreft de veiligheid op die markt. Wij hebben uiteraard heel veel contact gehad de afgelopen tijd met zowel het ministerie van ELNI als met BZK. Maar dat beperkte zich uiteraard op datgene waar Opta toezicht over houdt. Dus niet over het hele brede domein van certificaatuitgifte. Dus een opmerking als, ja, het is allemaal in orde en het komt allemaal goed. Ja, die zal niet uit onze hoek zijn gekomen. Maar daaruit maak ik op dat u,
dat als u die beste man had mogen informeren, dat u hem dan op dat moment al iets anders had kunnen zeggen? Nee, dan had ik hem, had ik hem niks gezegd. Dan had ik gezegd dat wij met het onderzoek wat we hebben gedaan bezig zijn. En de conclusie die we van de week hebben getrokken, die had ik niet voortijdig gecommuniceerd. Maar goed, u had hem in ieder geval zeker niet aangeraden om dit te zeggen. Nou ja, ik zie dat helemaal niet als een rol. Dus daarom is die vraag ook niet bij ons terechtgekomen, denk ik. Heer Elissen van de PVV. Ja, dank u wel. Even vooropstellen dat het niet mijn intentie is om zeg maar een vinger te wijzen naar wie dan ook. Het is vooral toekomstgericht om te kijken hoe zaken beter kunnen. Maar wat mij toch wel verbaast, we hebben het over die auditing. Audit is voor mij iets waarvan ik denk, nou, dat is heel streng, dat is goed geregeld. Die audits, zijn daar criteria voor? Bij audit heb ik echt het beeld van de Algemene Rekenkamer, hè? Dus dat moet vrij streng zijn. Of is het zo dat zo'n audit vrijblijvend is? Dat je die zelf een beetje in kunt vullen en dat dat bijvoorbeeld op procedureniveau kan plaatsvinden? Of is het echt een fact-finding, zo'n audit? Kunt u daar iets over zeggen? Zoals gezegd vindt de audit dus onder andere plaats. Er wordt onder andere gekeken of aan de ETSI-voorwaarden wordt voldaan. Er staan verschillende voorwaarden in, zowel procedureel als de vraag van of bepaalde dingen in de praktijk geïmplementeerd zijn. Staat daar bijvoorbeeld ook in dat ze vooral kritisch moeten kijken of er zaken misgaan, of dat er sprake is geweest van penetratie, zoals het hier mooi genoemd wordt, of van inbraak? Een penetratietest maakt geen onderdeel uit van die vereisten. Zo'n audit is geen security audit in die zin dat het een penetratietest omvat. Om te kijken of het ingebroken kan worden op het systeem. Die audit, is dat dan een vast omlijnd iets waar iedereen zich aan moet houden? Of zit daar echt heel veel ruimte in, zodat het ook uitsluitend op procedureniveau kan? Ik denk dat u die vraag het best aan de heer De Bruin kan stellen, die auditor is. Nog een vraag wat betreft die penetratietest. Die is nu dus niet verplicht. Met de kennis van dit moment, zou u dat wenselijk achten? Er wordt naar mij gekeken. Ik denk dat bij de evaluatie, waar de vorige vraag ook over ging, van wat kan er beter in de toekomst, dat dit een van de vele elementen is die ter discussie zal worden gesteld. En hoe expliciet je bepaalde zaken al dan niet in een auditrapport moet opnemen, zal daar mogelijk onderdeel van zijn. Een laatste vraag voor de heer Elissen. Dank u, voorzitter. Ik heb horen zeggen van, ik ben geen auditor, dus ik kan dat heel moeilijk beoordelen. Zitten er bij die toezichthouders dan mensen die wel zeg maar een auditopleiding hebben en die dat wel goed kunnen beoordelen? En ja, daarop aansluitend, vindt u niet dat het we zeer kwetsbaar zijn door die eerste lijns verantwoordelijkheid volledig uit handen te geven wat het toezicht betreft? Uw eerste vraag kan ik bevestigend beantwoorden, die kennis hebben in huis. En ik wil overigens ook desgewenst hierop terugkomen schriftelijk op een later moment, hoor, als de heer De Bruin wellicht niet de details die u nu wenst heeft kunnen weergeven. En als de relatie tussen Opta en de PwC nog wat ruimte laat, dan kunnen we daar op een later moment op terugkomen. Uw tweede deel van de vraag was? Of u niet vindt dat we heel kwetsbaar zijn als overheid door de eerste lijns verantwoordelijkheid zeg maar weg te geven? Ja, daar kan ik ook geen zinnig antwoord op. Ik vind het ook niet de rol van de toezichthouder die nu op dit moment de tweede lijn support, ik begin om in IT-termen te praten. Tweede lijns toezicht uitoefent. Nogmaals, ja, het begint een beetje saai te worden, maar ik denk dat in de nieuwe discussie moet gesproken worden over hoe het ingericht wordt. Goed, ik zet heel even mijn pet op van VVD-woordvoerder, één minuut. Er zijn al veel vragen gesteld en ik ga in herhaling vallen, maar het is even om het voor mij helemaal helder op mijn netvlies te krijgen, ook voordat we naar PwC gaan. Wie is er in juridische zin opdrachtgever van de auditor? Dat is, in dit geval was dat DigiNotar. Dus de slager keurt zijn eigen vlees, zegt u hier. De slager keurt zijn eigen vlees, zegt u eigenlijk. Nee, dat zeg ik niet. De slager laat zijn vlees keuren door een auditor. Nee, ik herhaal, dit is even belangrijk. In de juridische zin is DigiNotar de opdrachtgever van de auditor.
Ja, maar de auditors moeten geregistreerd zijn. Dus er heeft een check plaatsgevonden. En de auditors, dat zal zo dadelijk aan bod komen, kennen natuurlijk ook hun eigen beroepsafspraken. En zijn onafhankelijk. Kunt u dat laatst nog een keer halen? En die zijn onafhankelijk in een dergelijk proces. Goed, wat me nog steeds niet duidelijk is, en het is hier ook bij herhaling gevraagd, we hebben het natuurlijk gehad over de eisen waaraan een gecertificeerde partij moet voldoen. Maar wat me nog steeds niet duidelijk is, is wat de verschillen zijn tussen de gekwalificeerde certificaten en de PKI-overheidscertificaten. Dus wat zijn de aanvullende eisen daarvoor? Het is zo dat PKI-overheid, dat kunnen zowel gekwalificeerde certificaten zijn als niet gekwalificeerde certificaten. En dus? En dus, PKI-overheid heeft een set van vereisten, programma van eisen PKI-overheid. En daar staan een aantal vereisten in waar zo'n dienstverlener aan moet voldoen om die PKI-overheid diensten te leveren. Ja, en dat, die aanbieders die laten zich ook auditen door auditors op die punten. Maar dat zijn dus geen, alleen als het gekwalificeerde handtekeningen betreft, is dat iets waarop dat toezicht ophoudt. Oké, laatste vraag. Maar zitten binnen die PKI-vereisten ook security-eisen? Die PKI-vereisten zijn voor ons in principe niet relevant. Wij kijken daar niet naar. Wij kijken daarnaar, voldoet zo'n aanbieder aan de wet? Op het moment dat zo'n aanbieder aan de ETSI-norm voldoet, wordt hij vermoed om aan de wet te voldoen? En is dat voor Opta genoeg? Oké, ik ga terug naar... Wil de heer Koopmans misschien even iets zeggen? Nee? Ja, in hoeverre kennen die ETSI-normen security-eisen? Die kennen security-vereisten. En omvatten die security-vereisten ook dat er met enige regelmaat een soort stresstest, een soort pseudo-hack, een penetratie wordt gedaan, die de auditor kan beoordelen dat die heeft plaatsgevonden en dat dan u rapporteren dat het conform de eisen is? Zover ik weet niet. Waar zit dan de strijdigheid met de wet in op basis waarvan u nu DigiNotar de laan uitstuurt? De laan uitsturen. We hebben de registratie ingetrokken. Dat, omdat wij hebben gezien. Politieke taal voor ingetrokken van. Nou. Omdat wij hebben gezien, wat ik in mijn inleiding ook zei, dat ze in het domein waar de gekwalificeerde certificaten worden uitgegeven, dat daar hackersporen zijn gevonden. En dat op zichzelf is voldoende om de betrouwbaarheid van dat proces in twijfel te trekken. En dat heeft weer als consequentie dat de wet zegt dat je de registratie moet intrekken. Dus als het kalf verdronken is, kunt u intrekken. En u kunt niet eerder intrekken dan als het kalf verdronken is. Begrijp ik dat goed? Ja, dat hangt dus een beetje aan wat u met het kalf verdronken bedoelt. Als er een hacker daadwerkelijk binnen is gedrongen, is dat een reden voor u om op basis van toetsing aan die normen te zeggen dat bedrijf verliest zijn kwalificatie? Dat is één reden die wij natuurlijk ook niet wensen. Liever hebben wij dat er niks fout gaat natuurlijk, maar als het fout gaat hebben we liever dat het gewoon via de reguliere procedure, via het auditrapport en de vervolgacties die daar al dan niet onder dwang van ons op plaatsvinden, recht wordt gezet. Okay. Dat voorzitter, is in dit geval misschien mag ik het op één laatste vraag op één niveautje hoger dan brengen. Een allerlaatste vraag voor u. Ja, ik hoorde meneer Ketelaar zeggen, met de wetgever is afgesproken dat het toezicht op certificaat uitgevende bedrijven licht zou zijn. Welke vormen van zwaar toezicht oefent de Opta uit? Op welke industrie? En hoe ziet dat er anders uit dan dit? Ja, Opta, zwaar toezicht. We kennen, ja, je kan er allerlei labels aan hangen, maar niet licht toezicht, zou ik maar zeggen. Dat oefenen we uit in alle varianten, zeg maar, op bij vele van u bekende communicatiemarkten. Dus telefonie, internet, multiplay-achtige zaken. Maar ook op andere consumentgerelateerde zaken, zoals telemarketing, overtredingen, nummermisbruik, noem maar op. Oké, mevrouw Gesthuizen. Ja, dank voorzitter, want meneer Ketelaar zei net iets heel interessants. Hij zei, ik heb ook liever dat we er op een normale manier achter komen, dus voordat het kalf dan spreekwoordelijk verdronken is. En dan heb ik liever dat het via een gewone audit aan het licht komt en dat het dan op een normale manier wordt rechtgezet. Maar kunt u dat proces iets nader beschrijven? Hoe zou dat er dan uitzien en gebeurt dat wel eens?
Ja, bij een van de vorige vragen heb ik gerefereerd aan een proces waar dat al eens eerder is gebeurd. Wat er kan gebeuren en dus ook in een geval of in een aantal gevallen is gebeurd, is dat uit het auditrapport iets blijkt. En dat kunnen, als ik het goed begrijp, maar nogmaals, meneer De Bruin kan het uitstekend toelichten, allerlei variaties van ernst zijn waarin een uitgevende instantie al dan niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen. En afhankelijk van de ernst zal daar iets mee moeten gebeuren binnen een bepaalde termijn. En daar houdt het dan in eerste instantie de auditor en op daar dus met die tweede lijns vorm van toezicht, toezicht op, om te kijken of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Voorzitter, ik vind het iets te vaag. Mag het iets concreter? Er moet iets gebeuren. Wat dan? Nou, er komt een auditrapport, stel van PwC. Daar staan een aantal bevindingen in die niet goed zijn. Ernstig, drie dingen, minder ernstig, een paar dingen. Dan zal daar iets mee moeten gebeuren. Anders zal Opta vervolgens in die tweede lijns vorm van toezicht concluderen. Hey, de auditor zegt, is niet in orde en nu komt de integriteit van het systeem in gevaar. Dus gaan we intrekken. Pas op. En als een partij dan in actie komt tijdig, dan zullen we alsnog niet intrekken. Want dan zien we dat het proces verbeterd is. Hoeveel tijd krijgt iemand dan om de boel in orde te maken? Ja, dat hangt helemaal af van de ernst. Kijk, op het moment dat het iets heel lichts is, dan zal dat mogelijk iets langer kunnen duren. Maar in principe moet dat gewoon per direct zo snel mogelijk opgelost worden natuurlijk. Oké. De heer Elfazet. Klopt het dat een van de vereisten om een van de vier trusted parties te zijn, als het gaat om PKI-overheid, dat incidenten altijd gemeld moeten worden aan Opta? Ja, ik denk dat wij geen vragen over PKI-overheid kunnen beantwoorden. Ik denk dat u dan PKI-overheid daarover moet bevragen. Logisch. Zij stellen het programma van eisen op voor PKI-overheid. Hoe vaak in de afgelopen 2 jaar, of zeg maar tussen 2008 en nu, zijn er incidenten gemeld van certificaatleveranciers aan de overheid, aan Opta? Ik denk niet dat we die vraag kunnen beantwoorden. En als ik hem specifieker maak, hoe vaak heeft DigiNota aangegeven aan Opta dat er incidenten waren? Die vraag kan ik dan helemaal niet beantwoorden. Die specifieke. Sorry. De voorzitter heeft even een verduidelijkende vraag. U kunt hem niet beantwoorden omdat u hem niet wilt beantwoorden, omdat u het niet over de kennis voorhanden heeft. Nou, volgens mij is het vertrouwelijk, maar ik kan er eventueel nog een toets op laten plaatsvinden. Als het niet zo is, dan kan ik erop terugkomen. Oké. Mevrouw Hasje. Ja, voorzitter, de heer Ketelaar gaf aan dat er met de wetgever overleg is geweest en uiteindelijk gekozen is voor de tweede lijns toezicht door Opta. Kunt u iets meer vertellen over de afwegingen wanneer er gekozen wordt voor een eerste dan wel een tweede lijns toezicht? Mijn tweede vraag is, wat is uw inschatting vooruitkijkend naar die evaluatie? Kunt u iets meer laten horen wat uw verwachting is? Zal er meer gekozen gaan worden voor een eerste lijns toezicht? Gaat er überhaupt wat veranderen? Is het een logische keuze om dit op een tweede lijns toezicht te houden als Opta zijnde? En mijn derde vraag is in hoeverre Opta de kennis ook in huis heeft om die toezichtsrol ook te vervullen. Of u daar iets meer over kunt vertellen. Die vraag, ik probeer ze te onthouden. De eerste ging over het systeem tussen wetgever en toezichthouder over hoe die keuze wordt gemaakt tussen eerste en tweede lijn. Het is niet zo dat we bij de huidige wet of bij elke nieuwe wet of wetsartikel heel expliciet over eerst of die termen die gebruiken we niet altijd. Bij mijn weten is de term tweede lijns toezicht eigenlijk alleen in dit domein gebruikt. Maar we hebben wel bij elke vorm van toezicht, wat je ziet bij de telecomwet, is dat er de afgelopen jaren juist door alle ontwikkelingen op internet en op de telecommarkten, dat er vaak nieuwe wetgeving komt. En het proces is als volgt. De ELNI, het ministerie, aan de aanleiding van discussies die hier plaatsvinden, implementeert een nieuwe wet. Opta doet daar een uitvoeringstoets op. Dus die zegt iets over de uitvoerbaarheid van die nieuwe wet. En in die discussie die dan volgt, wordt er gesproken over capaciteit, uitvoerbaarheid. En dat is een dialoog met de wetgever die uiteindelijk resulteert in de implementatie, of de uitleg van die wet en de vorm van toezicht die daarbij hoort. En in dit geval, volgens mij is het al heel lang geleden, maar dan moet ik even naar die kant kijken. 2003, volgens mij, hè?
heeft deze discussie over dit onderwerp plaatsgevonden. Dus inderdaad erg lang geleden. Maar ja, recent hebben we over allerlei wetsartikelen die hier gepasseerd zijn discussies gehad met LNI over capaciteit. En we hebben ieder jaar ook begrotingsdiscussie, hè, waarin integraal nog een keer kijken naar ja, wat doet Opta, doen we nog de goede dingen en is de wetgever er nog mee eens. En daarin kan gefine-tuned worden ja, waar we meer of minder aandacht aan moeten besteden. En dat resulteert in een programma voor het nieuwe jaar. Twee, inschatting voor de toekomst. Oké. Want inzoomend op de rol van Opta hierin, u kijkt naar capaciteit. In overleg met de wetgever wordt er gekeken wat de meest toepasselijke vorm van toezicht is. Ik kan me voorstellen dat er voortschrijdend inzicht ook door de hack die er nu is geweest, maar misschien ook wel tussen 2003 en 2011, dat ook de Opta een mening heeft of daar iets moet veranderen in de vorm van toezicht. Ja, dit raakt ook een beetje aan uw derde vraag volgens mij. Ja, tussen 2003 en nu 2011 is natuurlijk een hele lange tijd waarin dit eigenlijk ja, helemaal geen discussiepunt is geweest. Daar moeten we ook eerlijk over zijn, denk ik. Dus daar is ook in die tijd, voor zover ik weet, geen aanleiding geweest om hier een hele show van te maken bij LNI dat we van alles en nog wat zouden moeten hier. En de auditrapport, de reguliere vorm van toezicht, hebben daar ook geen aanleiding toe gegeven. Dat zou een eventuele trigger kunnen zijn voor ons. Als daarna allerlei dingen uitbleken waardoor we heel veel meer werk op ons af zouden zien komen, ja, dan krijg je zo'n discussie. Maar dat is helemaal niet gebleken tot wat er nu gebeurt. En nu zullen we de discussie inderdaad moeten gaan voeren. En ja, u vroeg net om een doorkijkje daarop te geven, maar dat lijkt me niet gepast om dat als toezichthouder te doen. LNI is daar denk ik de initiatiefnemer en wij zullen aan die dialoog meedoen. Een heel kleintje. Uiteraard is het aan een wetgever, maar ik kan me ook voorstellen als Opta zijnde zit je dichter op die kennis, de ervaring en zeker als het gaat om de ICT-technologie die heel erg vooruit gaat en bij wijze van spreken wat we vandaag weten is morgen al weer achterhaald. Ja. Dat de Opta daarin ook zelf een rol heeft richting de wetgever om aan te geven op het gebied van ICT zullen we de toezicht moeten opschalen of in ieder geval op het niveau eerste lijns moeten brengen. Ik zie daar ook een rol in vanuit de Opta. Ja, ik ook. Want wij hebben natuurlijk kennis en ervaring op dit gebied. Ik denk dat er nog andere partijen, van de hier ook een aantal zitten, ook aan mee zullen nemen aan die discussie. Kan ik me zo voorstellen. Ik wil alleen niet nu hier op die discussie vooruitlopen door hier te gaan zeggen wat er allemaal zou moeten gebeuren. Dat vind ik niet netjes. De heer Elissen. Ja, dank u wel. Ik heb u toen straks horen zeggen dat het eigenlijk neerkomt op zelfregulering. Ik heb u horen zeggen licht toezicht. Dan heb je nog ultralicht toezicht en dan wordt het zweverig. Dus ik heb het gevoel dat het eigenlijk helemaal geen toezicht is. En dat is niet rot bedoeld. Maar we hebben het hier over tweedelijns toezicht. Waarbij de audit niet vast omlijnd is. Naar mijn gevoel onvoldoende streng. En zelfs, en dat is mijn vraag. Zelfs vermoed ik dat de opdrachtgever, in dit geval DigiNota, zou die nog invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop de audit plaatsvindt. Want dat is natuurlijk zeer belangrijk voor het rinkelen van het eventuele alarmbelletje in uw richting. Dat laatste, ja, meneer De Bruin zal daar zo op ingaan, maar het lijkt me niet dat dat gebeurt. De auditor kent zijn eigen verantwoordelijkheid en heeft die ook altijd genomen. En ik twijfel daar ook niet aan dat het op integere manier gebeurt. De vraag is ook of datgene wat nu fout is gegaan aan het licht was gekomen in het nieuwere auditrapport. Hè? Het had mij niet onwaarschijnlijk geleken als daar dingen in waren gesignaleerd die opvolging hadden behoefd bij DigiNota. Laat ik het maar even zo zeggen. En nu is dat vervroeg gebeurd, helaas door het incident. Maar om te concluderen dat de eerste en tweede lijns vorm van toezicht heeft gefaald, vind ik wat te snel gaan. En ik denk dat de toets van de auditor daarmee ook een beetje wordt gedisqualificeerd. Want dat is wel degelijk een strenge toets. Als het een strenge toets is, betekent dat dan ook dat er naar uw idee voldoende security-eisen in die toets zitten? Ja, die discussie kan je natuurlijk voeren. Hè. Nu is het gekoppeld aan die ETSI-norm en de discussie die nu met de wetenschap van nu, hè, met de ervaringen die we hebben van de afgelopen weken, of dat op een andere manier moet worden ingericht, ja, dat zou kunnen. Ja. De laatste vraag, voorzitter, als het mag. Ja, de laatste. Vindt u dat de takenverantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen Opta, GovZegd en PKI-overheid, dat die voldoende helder zijn?
In mijn beleving, maar Raoul mag me aanvullen of corrigeren als ik het verkeerd zeg, wel, want we zien op verschillende domeinen toe. Kijk, wij gaan echt over het gekwalificeerde deel en Cofcert en PKI-overheid zitten ja, in het andere gedeelte en raken ook wel deels aan onze bevoegdheden. Maar ons takenpakket is heel afgebakend en ja, we hebben ook niet discussies over wie waar over gaat of met die partijen over dat wij dingen verkeerd interpreteren, et cetera, of onze bevoegdheden te buiten gaan. Dus daar zie ik geen licht tussen. Een laatste vraag van mijzelf. Heeft u zitting in de Cybersecurity Raad? De heer Prins springt even in, begrijp ik. Ik zeg maar. Nee, maar ja, Opta is geen hele niet, maar ja, volgens mij Opta dacht ik niet hoor. Kijk, nee, er wordt geschud op de tribune, nee. En een allerlaatste vrouw, omdat ze zo, ik zat niet herhalen, mevrouw Gesthuis. Ja, voorzitter, ik loop heel even vooruit op iemand die later in het rijtje aan de beurt komt, maar die ons wel van tevoren ook zijn bijdrage voor vandaag heeft gestuurd. Meneer De Winter, journalist. En hij schrijft op de tweede pagina van zijn bijdrage, ja, u heeft hem ongetwijfeld niet, dus ik lees het eventjes voor. Toen duidelijk werd dat ook PKI-overheid in gevaar was, kreeg ik een e-mail in handen waaruit ondubbelzinnig bleek dat Nederland niet klaar is voor een incident van dit kaliber. En daarmee bedoelde hij uiteraard het feit dat er problemen waren met certificaten die mogelijk moesten worden ingetrokken. Of de decentrale overheden, ik vervolg het citaat, in kaart willen brengen welke certificaten er zijn, waarvoor ze gebruikt worden en wat uitval zal betekenen. Nou ja, daarmee wordt dus geschetst dat er eigenlijk geen plan is van wat nou als het misgaat en wat dan te doen. Is er zicht op wat er mis kan zijn, wat er mis kan gaan en wat dan te doen? Ook zonder nou te willen Zwarte Piet, maar is dit iets waar ook de Opta zich tegenaan bemoeit? Tegen het op orde zijn van zulke draaiboeken? En mag ik in ieder geval uw mening hierover? Nee, daar bemoeien wij ons niet direct mee. Althans niet tot op heden. Misschien dat het in de toekomst gebeurt. En dan ja, kom ik toch weer terug op de vorm van toezicht die er is gekozen. En de rol die Opta heeft hierin. En de, ja, de middelen en de capaciteit die er op dit dossier zit. Uw andere vraag was? Ja, wat uw mening erover is, maar om heel even aan te sluiten wat u nu net zei. Wie is dat in uw ogen dan wel, die hier in de regie zou moeten hebben? Is dat gewoon het ministerie van Binnenlandse Zaken zelf? Ja, eventueel samen met ELNI, ja. Mijn vervolgvraag was wat uw mening was over het feit dat er dus blijkbaar geen draaiboek klaar ligt. En uw stem suggereert dat u het antwoord al weet, maar... dat u het niet wil zeggen. Ja. Klopt. Dat sterkt mij in mijn geloof dat er ooit maar eens een onderzoek moet komen. We gaan door naar de heer De Bruin van PwC. Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat PwC ook aan een zekere, in een zekere moeilijke positie zit door contracten en geheimhouding. Maar ik wil u toch vragen om zo open mogelijk te zijn. En ik geef u graag het woord. Dank u wel. Dank voorzitter. Het is, dank voor de uitnodiging en het was voor ons inderdaad een lastige afweging. Ik zal er dadelijk nog even op terugkomen. Maar misschien eerst even voorstellen. Mijn naam is Aldrie De Bruin, partner bij PricewaterhouseCoopers Advisory. Mijn aandachtsgebied is IT en publieke sector. Dat betekent dat ik adviseer over strategische thema's rondom ICT binnen de overheid. En me bezighoud met second opinions en contra-expertises op het gebied van ICT. Zoals u daarnet ook besproken is, uitgebreid heeft kunnen horen, is DigiNota in november 2010 voor bepaalde type certificaten gecertificeerd door PwC Certification. PwC Certification is een apart rechtspersoon. En die certificering heeft plaatsgevonden op basis van het TTPNL schema. Ik ben zelf niet bij die certificeringsopdracht betrokken geweest. Wel heb ik in 2007 en 2008 andere opdrachten voor DigiNota gedaan. En dat betekent, en u gaf het al aan, voorzitter, dat dat zowel voor PwC als voor mij een bijzondere positie is. Het staat dus daarom PwC en mij niet vrij op grond van beroepsmatige en contractuele geheimhoudingsverplichtingen iets over DigiNota met u te bespreken. Ik vraag uw begrip voor deze positie.
gegeven die bijzondere positie hadden we voor uw uitnodiging kunnen bedanken. We hebben dat niet gedaan, omdat wij gezien onze rol als certificerende instelling u graag in zijn algemeenheid inzicht willen geven in het proces van certificering. En wij openen u erop op dat u onze bijzondere positie gezien de cliëntenrelatie met DigiNotar zult willen respecteren. De certificering gaat over het management systeem van de CSP, de Certification Service Provider. Is het management systeem in overeenstemming met de daarvoor geldende standaarden? En de standaard is, het werd al genoemd, de ETSI-standaard, de standaard afkomstig van het Europese Standaardisatie Instituut voor ICT. Basisgedachte daarbij is de Plan Do Check Act gedachte. Wordt er gedaan wat er gezegd wordt? Worden incidenten gesignaleerd en worden die opgepakt? Er wordt door middel van intern onderzoek en reviews gewerkt aan verbetering van het management systeem. Bij een certificeringsonderzoek wordt nagegaan of dit management systeem in de documentatie is vastgelegd en ook zodanig is geïmplementeerd. En bij zo'n certificeringsproces hebben alle betrokken partijen een eigen rol. De normen waartegen worden getoetst worden in dit geval opgesteld door het College van Belang en de TTPNL. De certificerende instelling, zoals PwC Certification, certificeert tegen de normen. En de Raad van Accreditatie, die laat een dergelijke certificerende instelling toe en ziet toe op het goed blijvend functioneren van die certificerende instelling. En in dit bijzondere geval wordt ook de certificerende instelling toegelaten door het ministerie van ELNI. Sorry. En meer in detail om de processen beschreven zoals de notitie staat die we u toegezonden hebben. Ik begin bij de heer Elfasset vandaag. Ja, ik heb gewoon een hele simpele vraag. Is het nou een papieren werkelijkheid, die audit, of is het gewoon een feitelijke situatiecheck? Zoals ik aangaf, het onderzoek bestaat eigenlijk uit twee delen. Allereerst een documentatieonderzoek. Dan wordt gekeken of datgene wat aan procedures en dergelijke beschreven is, of dat in overeenstemming is met de ETSI-standaard, de standaard die de heer Klein ook al noemde. Is dat in orde, dan wordt vervolgens gekeken naar de implementatie audit, of implementatieonderzoek, waar gekeken wordt in hoeverre dat management systeem, waar eigenlijk de eisen vanuit ETSI in verwerkt zijn, hoeverre dat ook daadwerkelijk in de organisatie geïmplementeerd is. Dat betekent dat we gesprekken voeren met de organisatie om te kijken of zij inderdaad doen wat ze opgeschreven hebben. We laten voorbeelden zien, maar dat betekent niet dat we in detail alle loggings en alle firewall settings door zullen nemen. Dat ook weer niet. Dus daar zit nuance in. Dus met andere woorden, basale veiligheidsnormen als het gaat om viruskennis en dat soort zaken, dat onderzoekt u niet? In de ETSI-normen is opgenomen dat er bescherming moet zijn tegen virussen. Dat betekent dus dat er wordt gekeken in hoeverre dat ook daadwerkelijk in het management systeem van de organisatie is verankerd. En op welke wijze dat vorm wordt gegeven. Misschien toch even, want straks ging het ook over virusscanners. Het is natuurlijk altijd een complex van maatregelen die getroffen wordt om te kijken of iets veilig is. Bij binnenkomst hier moest ik door een poortje. Bij binnenkomst hier in deze zaal hoefde ik niet meer door het poortje. Virusscanners kunnen aan het begin geïmplementeerd zijn, maar hoeven niet bij het hart van het systeem eventueel geïmplementeerd te zijn, omdat misschien al in de verschillende ringen virusscanners actief zijn om te beveiligen, te zorgen dat dingen buiten blijven. En dat betekent dus dat altijd een afweging wordt gemaakt, waar zitten die virusscanners? Ik lees in het Fox IT-rapport, daar ga ik even op uit, dat de virusscanners niet in het hart van het systeem geïmplementeerd zijn, maar dat kan inderdaad ook een risicoafweging zijn. Maar nog even verhelderen, met andere woorden, basale zaken, niet penetratie, maar basale zaken die in het Fox IT-rapport zijn geconstateerd, die had u wel of niet kunnen constateren in zo'n audit? Even los van de DigiNotar-situatie, maar meer in algemene zin. Wat betreft zo'n management systeem wordt gekeken inderdaad of die ETSI-eisen. En daar zitten een aantal eisen rondom beveiliging in, zoals beveiliging tegen virussen, beveiliging tegen extern verkeer, beveiliging tegen verkeerde software die geïmplementeerd zou kunnen worden. Die eisen moeten meegenomen worden in het management systeem en die worden ook bekeken hoe ver ze geïmplementeerd zijn. Maar nogmaals, niet in alle details. We gaan niet alle servers en alle firewalls in detail nalopen. Maar met andere woorden, dat doet u op basis van gesprekken waarschijnlijk met het management van een bedrijf. Maar u toetst niet of wat zo'n management van zo'n bedrijf zegt met de feitelijke situatie in zo'n bedrijf. Allereerst wat ik aangaf, allereerst was de documentatie bekeken. Vervolgens vindt inderdaad de implementatieonderzoeken plaats waar inderdaad gesprekken met management, maar ook met
mensen van de automatisering of IT wordt gesproken en wordt gevraagd van u geeft dat nu wel aan, maar geeft u dat maar eens aan, bewijst u dat maar eens, laat u ons dat maar eens zien of dat plaatsvindt. Dus wordt inderdaad wel degelijk verder gekeken dan alleen een gesprek. Maar nogmaals, niet in alle firewall instellingen gaan we tot het laatste moment door. Mevrouw Asje. Ja, mijn eerste vraag aan de heer De Bruin is in hoeverre hetgeen wat er gebeurd is een reflectie is voor PwC om bepaalde onderzoeksmethoden aan te passen of te wijzigen, of dat het geval is. Mijn tweede vraag is of u andere opdrachten heeft uitgevoerd of uitvoert op het gebied van ICT bij de overheid. En of u iets kan zeggen over controle op de veiligheid van ICT-systemen bij de overheid. Misschien uw eerste vraag, aanpassing. Nogmaals, ik kan niet op de casus die genoten daarin gaan. Wat ik zei, de toetsing vindt plaats tegen het normenkader. Het normenkader is het ETSI-normenkader en het TTP-NL-schema waar het ETSI-kader, het normenkader in verwerkt is. Dat normenkader staat onder regie van het college van belanghebbenden, TTP-NL. En zo'n normenkader is een dynamisch iets en zal zich steeds verder ontwikkelen. Daarnet kwam ook al naar voren toe de ontwikkeling in de techniek, het maatschappelijk belang, denk wat er speelt. Ook de risicodreigingen die misschien in de loop van de tijd kunnen veranderen. En dat betekent dus aanpassing van het normenkader. En dat zal de ontwikkeling denk ik ook zijn. En mij is ook bekend dat inderdaad het college van belanghebbenden van TTP-NL ook op dit moment kijkt op welke manier het normenkader weer verder ontwikkeld zal moeten worden, zoals het ook in de afgelopen jaren verder ontwikkeld wordt, is geworden. En uw andere vraag, hoe het specifiek staat bij anderen, nogmaals, daar kan ik ook niet op ingaan. Tenzij ik uw tweede vraag verkeerd begrepen heb. Het ging mij meer om, ik kan me voorstellen dat PwC meerdere opdrachten op het gebied van ICT, overheid, misschien ook wel bij het bedrijfsleven. Maar mij gaat het met name om de overheid en ICT. En of u misschien algemeen, ook omdat u heel dicht op die processen, of dat nou procedureel is of technisch het onderzoek wat u doet, maar dat u wel dicht op die processen werkt en advies geeft en aanbevelingen doet. Of u iets kan zeggen over hoe het gesteld is met de veiligheid van ICT bij de overheid. Zo algemeen mogelijk, zonder bedrijven en namen te noemen. Als zo algemeen mogelijk is dat misschien ook een algemeen antwoord. En dan sluit ik aan bij de heer Prins. Ik denk dat er altijd incidenten zouden kunnen plaatsvinden omdat de techniek verder gaat. Omdat risicodreigingen misschien uit hoeken komen die we eerder niet verwacht hadden. Omdat misschien dingen in belang toenemen omdat ze meer of minder vitaal worden. Er zullen altijd incidenten voorkomen. Dat zou mijn algemeen antwoord zijn. Het geldt zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Oké. Mevrouw Gesthuizen. Dank voorzitter. Voorzitter, ik heb een stelling. En die stelling is als volgt. Volgens mij zegt de regelgeving op dit moment, het is niet 100% zeker te stellen. 100% checken levert toch geen 100% veiligheid op. Dus we doen die 100% controle ook maar niet. En ik heb ook de indruk dat u het daarmee eens bent. En misschien geldt dat ook zelfs voor de Opta. Maar ik stel de vraag aan u. Klopt dat? Nou ja, 100% inderdaad, ik hoor dat al 100% bestaat niet. Dan stel ik de vraag ook zoals ik hem stel. Ik heb de indruk dat de regelgeving zegt, er is geen 100% zekerheid te geven. Ook niet als we 100% controleren. Dus we doen die 100% controle ook maar niet. We zetten de controle op 20%. Want ja, ook als we hem op 100% zetten, dan heeft het nog geen zin. Nee, dan heeft u misschien mijn woorden daarnet verkeerd begrepen. Ik denk dat controle in algemene zin altijd conform de regels worden uitgevoerd door deskundige auditors, onderzoekers die dat doen. Maar wat ik net ook aangaf is dat zo'n normkader en de techniek zich verder ontwikkelt. Dus als telkens nieuwe dingen komen. En als u verwacht dat een auditor alles 100% zal kunnen voorkomen, dat is ook niet. Ja, maar u bewijst nu dus precies mijn stelling. Ja, u stelt, ja, we krijgen het toch nooit 100% zeker, want er is onbegonnen werk, want morgen zijn ze toch weer een stapje verder. Dus ja, we doen daar dan ook niet ons best voor. Wij doen uitermate ons best daarvoor om alles volgens de normen te controleren, ook met de beste mensen die we daar hebben. Maar nogmaals, dat geeft geen absolute garantie dat er nooit iets zal gebeuren. En dat probeerde ik u duidelijk te maken. De heer Elissen. Ja, dank u. Ik denk ook niet dat we 100% moeten gaan. Maar als we op zouden schuiven in de richting van pakweg 80-90, zou dat volgens mij al een hele verbetering zijn. Kijk, het hele systeem is gebaseerd op vertrouwen. En mijn stelling is, vertrouwen is goed, maar controle is beter.
En hier zijn dus enorme belangen mee gemoeid. De privacy van onze burgers. En ik vind dat je als overheid daar de lead in moet nemen, de regie. En mijn vraag nu is, vindt u dat dat voldoende gebeurt? Of vindt u dat we het gewoon aan de markt over moeten laten, zoals nu in feite het geval is met die tweede lijn situatie? Ik zit hier als om wat toelichting te geven op het certificeringsschema. Ik ben als deskundige en ik, daarom spreek ik ook niet aan over DigiNota, daar vandaar. Nee, maar als deskundige op het gebied van wat er gebeurt op deze certificering en of welke afwegingen daarin worden gemaakt, dat is denk ik aan de wetgever. Datgene wat nu gebeurt is wel in lijn met een eerder kabinetsstandpunt rondom certificering. Andere vraag. Nog een vraag? Ja, nou, dan kom ik toch nog even op dat auditing. U bent natuurlijk een marktpartij. Die audits, zijn die bij andere marktpartijen op soortgelijke wijze ingericht? En dat karakter van die audit heeft u net geschetst. Vindt u dat er voldoende security-eisen in zitten? Of zou het veel meer het karakter moeten hebben van een fact-finding, waarbij we dus inderdaad de grensbewaking goed bekijken en die stresstest desnoods doen en ook zo'n penetratietest? Ik vind het wel een apart woord in deze context. Misschien uw eerste vraag op dezelfde wijze ingericht. Ik kan niet voor mijn con-collega's spreken. Wat wel voor ons partijen, als auditpartijen, onderzoekspartijen, certificeringspartijen, het vertrekpunt is, is het schema van TTPNL. Het schema van TTPNL geeft aan wat we moeten onderzoeken, hoe we het onderzoeken. En geeft ook aan dat er toezicht is door de Raad van Accreditatie. En dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor de andere partijen die dat op dezelfde manier zullen uitvoeren. Dat is uw eerste vraag. De security eisen die zitten inderdaad in het kader wat we meenemen. En uw vraag is van, zouden we iets meer moeten gaan doen aan fact-finding, dieper en meer moeten gaan onderzoeken. Dat zou kunnen passen in een verdere ontwikkeling van dit normenkader. Dat is denk ik aan het college van belanghebbenden van TTPNL. Die zeggen van gezien de ontwikkelingen, gezien nogmaals de ontwikkelingen in de techniek, de ontwikkelingen rondom het maatschappelijk belang van certificaten, zou daar een verdere ontwikkeling zijn en dat er verder diepgaande onderzoeken kunnen plaatsvinden. Nog even duidelijkingsvraag. Het feit dat u zegt, ik weet niet hoe die audits er bij mijn collega's uitzien, mag ik daaruit concluderen dat het dus vrijblijvend geformuleerd is en dus geen strenge eisen liggen? Behoudens dat ETSI, wat naar mijn gevoel nou niet zo gericht is op de fact-finding, maar veel meer op die procedurekant en een goed gesprek. Nee, misschien heeft de verduidelijking. ETSI is een toch redelijk gedetailleerd kader. Wat ook aangeeft dat een aantal terreinen rondom security geregeld moeten worden. Daarnaast is er een beschrijving hoe de audit uitgevoerd moet worden, de certificering uitgevoerd moet worden. Daarvan geef ik aan dat onder toezicht staat van de Raad van Accreditatie, zowel bij ons als bij de andere partij. Nogmaals, ik kan niet in de keuken van de andere partij kijken, maar ik neem aan dat ze het op de precies dezelfde manier doen, conform de schema. Dus niet lichter of anders. Dank u wel. De heer Koopmans van het CDA, participeert u helemaal niet? Oké, heel goed. Nee, maar dan weet ik dat. De heer Heijnen. Zoals PricewaterhouseCoopers opereert internationaal. Ziet u verschillen in de auditing hier ten aanzien van die certificaatuitgevers en dat wat in andere landen van u gevraagd wordt door de opta's van de andere landen? Ik heb daar zelf geen goed overzicht van, moet ik eerlijk zeggen. De ETSI-standaard is wel een Europese standaard die ook in verschillende landen wordt toegepast. Maar op welke wijze eerste en tweede lijns precies vormgegeven, kan ik u niet beantwoorden. Oké. En als het gaat om, want u bent op een brede range van activiteiten werkzaam. De audits die u doet voor het particuliere bedrijfsleven naar leveranciers van particulieren. Banken, financiële sector, zijn die zwaarder in de eisen die aan u gesteld worden bij die audits dan in deze situatie? In de regelgeving op basis van waar als certificeerde instelling zijn we ook toegelaten door destijds het ministerie van Economische Zaken. Daar zijn een aantal regels in, de beleidsregels rondom certificerende organisaties. Daar worden gewoon eisen, uitgebreide eisen gesteld rondom de deskundigheid van de auditors. En die zijn niet meer of minder dan in andere situaties. Dat geldt ook voor, in algemene zin voor alle onderzoeken, dat er gewoon deskundige mensen moeten worden ingezet. En dat staat ook in die regels verwoord. En nu komt u dus, althans medewerkers van u bij DigiNota en ook andere certificaten uitgevende bedrijven om die audits te doen.
En nou staat daar in de brief van de minister aan ons dat ten aanzien van uitgifte PKI-overheidscertificaten een zwaarder veiligheidsregime geldt. Welke andere bedrijven, als u dat niet bent, zien erop toe dat het zwaarder veiligheidsregime in acht wordt genomen? U kent de markt, u kent collega's. Ja, dat op zich openbaar zijn twee partijen in Nederland die dat op dit moment doen. Dat zijn de SPUC en BSI. Dus die komen naast u ook in bedrijven? Nee, PwC en BSI, dus dat is nog maar één ander maar bedrijf. BSI komt dus naast u ook in een bedrijf als DigiNotar? Nee, sorry, ik begreep u verkeerd of er andere partijen zijn die op dezelfde manier als deze certificering, sorry. Nee, mijn vraag, ik zal maar herhalen, is, de minister stelt dus een brief aan de Kamer, ten aanzien van PKI-overheidscertificaten geldt een zwaarder veiligheidsregime. Nu hebben wij langzamerhand zicht op de auditing die u pleegt in opdracht van het bedrijf, ter behoeve van de opta, om zo'n bedrijf te autoriseren, zeg maar even, in iets huiselijke termen voor mij. Dat is helder tot nu toe. Daar kunnen we oordelen over hebben, maar dat is niet het punt. Het punt is dat er klaarblijkelijk ten aanzien van PKI-overheidscertificaten, het mogen hanteren daarvan, een zwaarder veiligheidsregime geldt. Dus ik ben op zoek naar het bedrijf dat in opdracht van Logius, het Rijk, de minister, ervoor zorgt dat dat zwaarder veiligheidsregime in acht wordt genomen. En dat moet dan een collega van u zijn als u dat zelf niet bent. Nee, excuses, dan begreep ik u verkeerd. In de onderzoeken die wij doen, kunnen we op verzoek van het bedrijf ook meenemen de PKI-overheidseisen. Dat betekent dus dat in het onderzoek zowel de eisen vanuit de TTPNL, de ETSI-eisen, als ook de PKI-overheidseisen meegenomen kunnen worden, hoewel de PKI-overheidseisen ook zeer grotendeels op de ETSI-eisen gebaseerd zijn. Begrijp ik, maar er is iets extra's. En aan wie rapporteert u dat dan? Onze rapportages gaan naar onze opdrachtgever die dat kan verstrekken aan partijen zoals Opta en zoals PKI-overheid. Dus ik zou bij PKI-overheid moeten vragen of ze beschikken over uw aanvullende audit op verzoek van DigiNotar, waarin die extra veiligheidseisen voor PKI-certificaten zichtbaar worden. Los nogmaals, ik kan niet op DigiNotar ingaan, maar in algemene zin verstrekt een certificerende instelling niet rechtstreeks de rapporten aan andere partijen, maar dan alleen naar de opdrachtgever. Oké. Okay. Mag ik mijn laatste vraag stellen, voorzitter? Bij een vergelijkbaar bedrijf, Comodo, is een paar maanden daarvoor sprake geweest van een hack. Leidt zo'n incident tot veranderingen in de audits die u afneemt? Is dat een punt van discussie? En zo ja, waar heeft dat toe geleid in uw strategische leiding van al die mensen die aan het auditen zijn? Wat daarbij belangrijk is, is als we naar een instelling toe gaan die we zouden moeten certificeren, dat we kijken in welke mate zij kennis hebben genomen van datgene wat daar voorgevallen is en wat voor leringen en effecten zij eruit getrokken hebben. Nogmaals, in het kader van het management systeem, Plan, Do, Check, Act, ook zij zou dat gesignaleerd moeten hebben. Wat hebben zij eruit geleerd, hoe hebben zij dat opgepakt en zien we dat naar ons idee voldoende terug. Nee, ik heb zelf ook nog een vraag, als ik zo vrij mag zijn. Ik ben nog niet aan het woord geweest. En dat is of er binnen het huidige normenkader een meldplicht geldt van de opdrachtgever aan de auditor in geval van een incident, bijvoorbeeld een inbraak. In de regels wordt aangegeven wanneer er belangrijke afwijkingen plaatsvinden van het management systeem. Want nogmaals, ons object is management systeem, moet de partij dat aan ons melden. Dat is afhankelijk dus van de omstandigheden of in welke mate dat management systeem wordt doorbroken. En als zij niet melding maken van belangrijke afwijking management systeem, kunnen zij dan verwijtbaar en nalatig handelen worden verweten? Ja, dat kan. Het is een vraag van wat u onder verwijtbaar en nalatig verstaat. Maar als ik even kijk, maar ik trek het even naar de voor wat betreft de certificering. Dat kan leiden dat, wat de heer Ketelaar ook aangaf, dat daar dan wat we dan noemen non-conformiteit worden geformuleerd in het auditrapport. Dat kan leiden tot schorsing of intrekking van het certificaat. De heer Elissen. Ja, dank u wel. In zijn algemeenheid, zo'n
incident, of laat ik het anders formuleren. Wat er nu bij DigiNotar is gebeurd, moeten we dat nu als een incident zien? En zijn we met paniekvoetbal bezig hier? Of zegt u, het is een signaal dat er structureel iets mis is bij de overheid wat betreft controle en toezicht? Met betrekking tot onze internetveiligheid, of misschien wat voorzichtiger geformuleerd, ziet u daar ruimte voor optimalisatie? Wat ik daarnet al aangaf, is dat ik inderdaad zie dat het kader waar tegen getoetst wordt op een aantal punten, we ook hier vanuit dit incident lering zou kunnen trekken, waarin verdere ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden. Maar dat is een ontwikkeling, nogmaals, wat denk ik telkens zal plaatsvinden. Dat heeft de afgelopen periode plaatsgevonden, zal ook in de toekomst plaatsvinden. En dan nog een aanvullende vraag. En u begrijpt, ik blijf uit de buurt van DigiNotar. Dus in zijn algemeenheid, als een bedrijf vaststelt dat er is ingebroken, digitaal, en dat bedrijf meldt het pas een aantal maanden later, vindt u dat dan verwijtbaar? En vindt u dat daar dus een actievere meldplicht moet komen met sancties? Of vindt u dat overdone? Vindt u dat overdreven van mijn kant? Als ik even kijk, maar goed, de meldplicht trekt u waarschijnlijk breder dan ik zal trekken als voor mijn beantwoording. Voor mijn beantwoording is belangrijk van, zouden ze het aan de certificerende instelling moeten melden? Dat is denk ik op dit moment al geregeld. Mocht er bijzondere problemen voordoen, moeten ze het op dit moment al melden. Als u bedoelt van de meldplicht moet verder gaan, en daar ga ik even niet over. Dat is aan de wetgever. Heer Elissen nog een keer. Nee, ik snap dat dat aan de wetgever is en daar moet ook wel wat veranderen. Want die wetgeving, heb ik net begrepen, dateert zo'n beetje 2003, het tijdperk van de digitale handtekening. En sindsdien is er heel veel ontwikkeld en heel veel gebeurd. Maar dat terzijde. Nou ben ik even mijn vraag kwijt. Ik kom er straks op terug. De heer Elvazet. Ja, nog even voor... Ik heb hem, sorry, voordat ik me kwijt ben. Ja? Nee, die meldplicht. Vindt u dat het ook een melding moet zijn richting betrokkenen of belanghebbenden? Of alleen richting die certificaatautoriteit? Want ja, ik kan me voorstellen als je belanghebbend bent of betrokkenen en jouw data zijn komen op straat te liggen, dat er ook wel belangrijk is. Dan kun je maatregelen nemen. Nogmaals, dat is denk ik niet aan mij vanuit het certificeringsschema, maar dat is meer aan de wetgever. De heer Elvazet nogmaals. Ja, vanuit het certificeringsschema. Op het moment dat er een incident is, moet een bedrijf dat aan u als auditor melden of aan Opta? Incidenten, maar dat is afhankelijk van hoe zwaar ze zijn. Incidenten moeten, als het goed is, opgepakt worden via het management systeem. Er kunnen altijd incidenten plaatsvinden. Nogmaals, vanuit de Plan Do Check Act, hoe worden dat opgepakt? Als het inderdaad zeer serieuze doorbrekingen zijn van het management systeem, moeten ze dat aan ons melden. Op grond waarbij wij een afweging kunnen maken of we aanvullende onderzoeken instellen of niet. Wat weer afhankelijk nogmaals van de ernst van de zaak zou kunnen leiden tot schorsing of intrekking van het certificaat. Van als wij het certificaat zouden intrekken, moeten we daar melding van maken aan de Opta. Dus als op een gegeven moment op een willekeurige maandag een ontdekking wordt gedaan dat er een incident, een ernstig incident is geweest, dan had op die gegeven maandag het desbetreffende bedrijf meteen aan u als auditor moeten melden dat er een ernstig incident is. En dan had op diezelfde dag had Opta de registratie kunnen intrekken. Ik weet niet of de datum van maandag toevallig is gekozen. Die is heel willekeurig gekozen. Maar in algemene zin zal een incident gewoon door het bedrijf opgepakt worden. En als ze daar niet de goede greep op krijgen, dan zouden ze dat aan ons moeten melden. Maar niet elk incident hoeft gemeld te worden. Ook niet als ze op een maandag plaatsvinden. Maar een incident zoals... He, als er bij een bedrijf een incident gebeurt, zoals in vergelijking met DigiNotar, dan had dat wel gemeld moeten worden. Ik kan niet op de specifieke situatie nogmaals van DigiNotar ingaan. Nee. Helder. Zijn er nog vragen? Ja. Mevrouw Gesthuizen? Voorzitter, in een andere vergelijkbare situatie zoals deze. Ik bedoel, stel er zou iets gebeuren met bedrijf X en dat blijkt dat bedrijf X helemaal de boel niet op orde heeft en u bent dan toch degene die dat jongetje zijn zwemdiploma heeft gegeven. Dus ik kan me toch ook voorstellen dat hij toch ook een beetje hier zit van ja, weet je, we hebben toch ook, ja, er zijn gewoon dingen misgegaan. En er wordt in ieder geval ook naar mij, dus dat denkt u dan, naar mij gekeken als iemand die steken heeft laten vallen. Dus ik vraag u, vindt u het dan niet ook net als deze Kamercommissie van het allergrootste belang dat wel
heel snel duidelijk wordt welke zaken op hadden moeten en kunnen vallen in het genoemde voorbeeld met bedrijf X. Ja, ik beluister beter dat u vanuit gaat, zodra iemand een zwemdiploma heeft, kan die niet meer verdrinken. En als hij dan verdrinkt, is de zwemleraar aansprakelijk of verantwoordelijk. Dat gaat me wat te ver eigenlijk. Valt u het iets minder metaforisch op? Wellicht helpt dat. Ik zal het proberen. Nogmaals, bij onderzoeken wordt gekeken of het management systeem in orde is. En er kunnen altijd incidenten plaatsvinden, ook ernstige incidenten plaatsvinden. Zo'n management systeem sluit dat nooit 100% uit. Dat is de eerdere discussie die we hadden, dat er nooit 100% zekerheid geboden kan worden. Dus in die zin kan er altijd iets gebeuren, ondanks perfecte controles en onderzoeken. Andere vragen of zijn alle vragen voldoende beantwoord? Dan dank ik u hartelijk voor uw bijdrage en ook geduld. We gaan door naar het volgende blokje. Ik wil eigenlijk voorstellen dat we allereerst de vier inleidingen nemen en daarna de vragen. Bent u het daarmee eens? Ja? Dan begin ik bij u. En ik wil even nog de leden vragen om bij de les te blijven. Dank u wel. Goedenavond. Allereerst dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Bart Peggen, ik ben beleidsadviseur bij East Office en in nieuw danigheid aan het aanspreekpunt vanuit East Office voor cybersecurity in de laatste ICT-branche. East Office is de brancheorganisatie voor ICT-bedrijven in Nederland en is in de afgelopen periode betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond DigiNotar vanuit ook het verzoek vanuit de overheid om medewerking aan het als aanspreekpunt richting de ICT-branche. Tegelijkertijd is er ook door verschillende ICT-bedrijven en in de ICT-branche samengewerkt met de overheid om deze te ondersteunen en de impact van het incident en de situatie zoveel mogelijk te minimaliseren. Vanuit de rol van ICT Office vind ik belangrijk om te benadrukken dat Nederland een zeer hoogwaardige ICT-infrastructuur heeft. En dat de grote inzet van ICT ook Nederland daarmee een hele sterke positie heeft doen opleveren. Nederland behoort tot de koplopers in de wereld als het gaat om het gebruik van ICT. En dat is ook de reden waarom ICT Office het belang van digitale veiligheid daarin zo cruciaal vindt. Omdat alleen daarmee ook ICT veilig en met vertrouwen kan worden toegepast, bijvoorbeeld op elektronische dienstverlening met de overheid. In de ontstaande situatie als gevolg van DigiNotar ziet ICT Office vooral ook een kans om die positie verder te versterken. En met een goede evaluatie te leren van de aantal punten die eruit komen en vooral naar de toekomst toe de lessen te trekken die nodig zijn om de digitale veiligheid in Nederland verder te vergroten. En het vertrouwen in het gebruik en de toepassing van ICT te waarborgen. Bij het trekken van die lessen is daarbij ook van belang dat ook de ervaring die het ICT-bedrijfsleven de afgelopen periode heeft opgedaan in samenwerking met de overheid sterk wordt meegenomen. En daarop ga ik graag in vandaag. Dank. Veel dank. Dank u wel voor de uitnodiging. Mijn naam is Rob Gongrijp. Ik was in de jaren 80 actief in de computerbeveiliging omdat ik een tijdschrift voor computerhackers uitgaf. Ik ben toen een van de oprichters geworden van Access for All, de internetprovider. Heb sindsdien een computer security consultancy bedrijf opgericht. Ben in 2006 me gaan bemoeien met de affaire rond de stemcomputers. U wel bekend. Die stemcomputers voldeden fantastisch aan de wet. Daar was ook een heel wettelijk kader omheen opgetuigd. Dat wettelijk kader betekende alleen helemaal niets. Ik heb heftige déjà vu's op dit moment. Geef u graag, voor het geval dat nuttig is, mijn mening over van alles en nog wat. Zeer welkom. De heer De Winter. Dank u wel, voorzitter. Ik heb al heel veel geschreven in de vier pagina's. Daar kunt u vrijuit bevragen. Ik ben dus inderdaad journalist. Vanaf 5 jaar bezig met ICT. Vooral getrokken door beveiliging. En wat me tot nu toe is opgevallen en wat ik toch nog heel eventjes wil aanstippen, is dat inderdaad overal de wettelijke kaders prima geregeld lijken te zijn. En ik wijs eventjes op een recent van vorig jaar een incident met in Amerika een hacker, de Soepnatie.
En die wist miljoenen creditcardgegevens buiten te maken. En alle bedrijven hadden zich perfect aan de regels gehouden. Wat mij opvalt is dat structureel er alleen maar wordt gekeken of het boekje klopt en niet eens meer wordt gekeken of de praktijk deugt. Het feit dat het rapport van Fox IT spreekt over één Windows-domein dat overal gebruikt wordt, zou een technische onmogelijkheid moeten zijn. Was die technische onmogelijkheid er ook daadwerkelijk geweest, had dit incident niet zo kunnen gebeuren. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om te beseffen. Zeker omdat de gevolgen buiten Nederland veel ernstiger zijn dan het kleine beetje ongemak dat wij tot nu toe hebben ervaren. Hiermee wijst u op de gevolgen in Iran, neem ik aan? Ja, ik denk dat dat ook de eerste en belangrijkste bezorgdheid dient te zijn. En misschien leert dat ons ook dat internet zich niet bij Emmerich aan de grens stopt. Ik hecht er wel even aan in mijn rol als voorzitter om te zeggen dat dat onderzoek wel in volle gang is en dat we daar ook over geïnformeerd zijn. Dus dat komt nu niet ter sprake, maar daarover is eerder deze week wel duidelijk gesproken. Nee, het is trouwens ook heel opvallend dat in ieder geval vanuit de politie en het Openbaar Ministerie zeer doelmatig en hard is gewerkt en ook hard wordt gewerkt en goed resultaat wordt geboekt. De heer Ot van Dalen. Goedenavond, mijn naam is Ot van Dalen van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Bits of Freedom zet zich in voor vrijheid en privacy op internet. De reden dat wij dit incident met veel belangstelling volgen is omdat het certificaatsysteem een belangrijke schakel is voor het waarborgen van die privacy op internet. We willen graag de risico's van de opslag en de toegang van persoonsgegevens en de risico's van het gebruik van het certificaatsysteem daarover onze gedachten met u delen. Ik heb daarover al een brief gestuurd. Ik zal het nu heel kort houden. De belangrijkste conclusie, met name als het gaat over het gebruik van certificaten voor websites, is dat die inherent, dat hele systeem inherent onveilig is. Dat ons vertrouwen is gebaseerd op 650 verstrekkers ongeveer. En dat als één van die verstrekkers valse certificaten kan uitgeven. En het is helemaal niet gek om te veronderstellen dat op dit moment bijvoorbeeld gebeurt. Dat dan al dat vertrouwen geschaad is. En dat dus die valse certificaten ook gebruikt kunnen worden. En we hebben het heel veel gehad over toezicht. En wat de Nederlandse overheid zou kunnen doen. Naar mijn mening is die rol heel beperkt. Dan dat fundamentele probleem kan niet opgelost worden. Dat toezicht zou zich hoogstens kunnen toespitsen op certificaatverstrekkers in Nederland, maar dat zijn er maar een paar van de 650. En het zou hoogstens effect hebben op die systemen die niet gebruik maken van websites, maar die intern nog een andere controlecheck hebben, bovenop of iets van een vertrouwde certificaatverstrekker komt. Wat kan de overheid dan wel doen, is de volgende vraag natuurlijk. En naar onze mening kan die als ervaringsdeskundige in wat het betekent als een certificaatsysteem faalt, de urgentie benadrukken. De urgentie van een goed certificaatsysteem en de herziening daarvan. Want dat hele certificaatsysteem moet op de schop. En ten tweede kan die wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek financieren naar de herziening van het certificaatsysteem. Dit is een internationaal proces. Hier zijn heel veel belangen mee gemoeid. De Nederlandse overheid kan niet verwachten dat zij dat zelf helemaal kan doen. En dan de tweede les die we hieruit kunnen trekken, naar mijn mening, is, zoals we eigenlijk al eerder hebben gehoord de afgelopen vanavond, informatiebeveiliging is heel moeilijk. En zoals wij en anderen met ons al vaak waarschuwen, is het daarom is dat een belangrijk gegeven dat mee moet worden genomen bij de opslag van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld telecomgegevens. De overheid die kan allerlei databanken aanleggen met gegevens over personen, maar kan ze ook de beveiliging daarvan garanderen? En dat is zo blijkbaar weer heel erg moeilijk. Wij hopen daarom dat dit weer een wake-up call is voor de overheid om meer bewust om te gaan met de risico's die de opslag en toegang tot gegevens, persoonsgegevens van Nederlandse burgers met zich brengt. Dank u wel. Dank. Mevrouw Hashi, aan u het eerste het woord.
Voorzitter, ik begin met allereerst twee vragen. Eén aan de heer Van Dalen van Bits for Freedom. En één aan meneer Pegge van ICT Office. De andere heren komen denk ik bij de volgende ronde aan de beurt. Aan Bits of Freedom. Ik heb het stuk met belangstelling gelezen. En u bent ook inderdaad heel erg duidelijk. Als u het probleem fundamenteel wil aanpakken, zegt u, dan zal het systeem op de schop moeten. Als ik het zo vrij mag vertalen. Mijn vraag aan u is, dat is echt een lange termijn perspectief. Aan welk ander systeem denkt u dan? Zijn er ook mogelijkheden om ook tot een ander systeem te komen? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, hoe haalbaar en realistisch is het? Want u geeft ook aan, er zijn verschillende belangen mee gemoeid. Dus als u daar iets meer over kan uitweiden. En zoals ik al zei, het gaat natuurlijk niet alleen om de lange termijn. Wat natuurlijk de aandacht nu verdient en goed is dat de overheid nu zelf ook wakker geschud wordt. Maar op de korte termijn, wat zou u als aanbeveling willen geven? Om vanaf vandaag, bij wijze van spreken, beter beschermd te zijn tegen hacks, waar overigens niemand mee gemoeid is. Nog de burgers, nog de overheid en nog het bedrijfsleven. En mijn vraag aan de heer Pegge van ICT Office is in hoeverre hij de gebeurtenissen nu met DigiNotar ziet als een incident. Of in hoeverre, ook vanuit de branche gezien, het eigenlijk misschien meer een signaal is van kijk goed uit naar de beveiliging van de ICT-systemen waar, van de overheid, maar wellicht ook het bedrijfsleven, maar we richten ons nu tot de overheid. Dank u wel. Om met de eerste vraag te beginnen, wat zou dan een alternatief systeem zijn dat wel recht doet aan die belangen en wel veilig is? Het is niet aan ons om daar een keuze in te maken. Wij zijn ook niet de aangewezen partij. We hebben niet de expertise om een onderbouwde keuze te maken. Dit is een proces waar zoveel belangen mee gemoeid zijn en dat zo veelomvattend is, dat ik daar niet iets mee kan geven. Ik zou dat graag willen doen natuurlijk, maar ik denk dat ons als organisatie, maar ook de Nederlandse overheid, daar bescheidenheid past. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Al jaren wordt er in internationaal verband gepraat over verschillende alternatieven voor het huidige systeem. De verwachting is dat in de komende jaren, hopelijk komende 5 à 10 jaar, maar ook daar zullen anderen beter gekwalificeerd zijn om daar een tijdstip aan te plakken, dat we dan echt over zullen kunnen gaan naar een ander systeem. Dan wat betreft de korte termijn. Er is één meer algemeen gegeven wat ik denk dat in de afgelopen discussie miste, maar wat ik denk dat wel meegenomen zou kunnen worden. De overheid als opdrachtgever bij de beveiliging van persoonsgegevens zal dat serieuzer moeten nemen. Ik heb een beetje het gevoel dat we hier eigenlijk één persoon missen aan tafel, namelijk de aanbesteder van de PKI-overheid uitgevers. Ik zeg dus niet dat het probleem opgelost zou hebben, want het is een fundamenteel probleem en dit is slechts symptoombestrijding. Maar als het gaat over de beveiliging van persoonsgegevens van Nederland, is in veel gevallen de overheid een aanbesteder. En die zal in dat geval bijvoorbeeld niet alleen naar de papieren werkelijkheid moeten kijken, maar zoals al vaker is gesuggereerd door leden aan deze tafel, ook naar de technische werkelijkheid en bijvoorbeeld door middel van tests ook controleren of de papieren werkelijkheid overeenkomt met de technische werkelijkheid. Nogmaals, ook dat is niet mijn expertise bij uitstek, maar zij zal haar rol daarin serieuzer kunnen nemen. Ik wil ook even wachten. Op de vraag of het een signaal of een incident is. Ik denk dat voor ICT Office is het belangrijk dat beveiliging een kern moet zijn van eigenlijk ieder ICT-project. ICT is zo doorweven door alles wat we doen, dat beveiliging daar een kern in moet zijn. Bij de overheid, als het dan gaat om de Rijksoverheid, decentrale overheden, maar ook in de zorgsector, het bedrijfsleven, informatiebeveiliging is altijd een heikel punt op die agenda. En ik denk dat alleen de overheid is, maar dat breder een probleem is. Dat het te laag op de agenda staat en te vaak nog een sluitstuk is op een offerte of op een begroting. Daar kan verbetering komen. En met de sterkere bewustwording en
is het van groot belang dat het zeg maar, dit signaal als het ware wordt opgepikt en daarmee zeg maar, beveiliging een steeds hogere prioriteit wordt binnen organisaties. Om daarmee zeg maar, de digitale veiligheid van ICT als geheel in Nederland te verbeteren. Mevrouw Gesthuizen. Ja, dank voorzitter. Ik ga mijn vraag stellen aan de heer Gongrijp en de heer De Winter. Dus dat klopt inderdaad precies wat mevrouw Hatje straks zei. Voorzitter, ik begin met de heer Gongrijp. Hij heeft al aangegeven wat zijn algemene indruk is van de manier waarop nu het systeem in elkaar steekt. Dus het klopt allemaal wel by the book. Maar wat is er nou, tot in hoeverre is dat ook echt realistisch veilig? Als u het nou zou mogen schetsen, hoe zou u het dan doen? Tweede vraag, voorzitter. En die valt dan toch een beetje misschien buiten de orde, omdat we het niet over Iran zouden gaan hebben. Maar hoe waarschijnlijk is het in uw ogen dat de hack vanuit Iran is gebeurd zonder kennis of ingang die toch zijn oorsprong had in het Westen? En mijn laatste vraag. Meent u, net als de Verenigde Nederlandse hackerspaces die ons net nog een brief hebben doen toekomen, dat het hier niet gaat om incidenten? Nou, eigenlijk heeft u het antwoord al gegeven, omdat u zei dat u een déjà vu had. Maar dat het niet gaat om incidenten, om een incident nu, maar dat er structureel veiligheidsissues zijn rond ICT en overheid. En mag ik dan dadelijk de vraag stellen die ik heb voor meneer De Winter? Dank u wel. Ja, een schets geven van wat er nu gebeurd is. Ik denk dat wat er nu gebeurd is helemaal niet zo vreselijk, in the grand scheme of things, helemaal niet zo vreselijk significant is. Ik denk dat er een aantal factoren speelden waardoor dit een enorm grote zaak is geworden. De hele internetwereld zat rond die hack van Komodo vreselijk met dat hele SSL-verhaal in zijn maag. Komodo was een maatje te groot om aan te pakken. Je kunt het vertrouwen in Komodo niet opzeggen, want dan trek je de stekker uit een kwart van het internet. Ik denk dat het heel goed uitkwam dat op het juiste moment een kleine partij waarin het vertrouwen wel kon worden opgezegd, het slachtoffer werd van een hack. Dat de internationale gemeenschap het heel prettig vond dat ze dus een duidelijk voorbeeld konden stellen zonder dat dat internationaal grote gevolgen had. Ik denk niet dat dit probleem hoofdzakelijk in Nederland speelt of zelfs voor het grootste deel in Nederland speelt. Is het puur toeval dat er een Nederlandse partij, de hacker is waarschijnlijk honderden van dit soort bedrijven afgegaan en deze had toevallig pech. Dat wil niet zeggen dat de procedures niet heel slecht waren en dat er niet van alles mis kan zijn geweest, maar ik denk niet dat dit het probleem hoofdzakelijk Nederlands is. Ik denk ook niet dat de oplossing, ik sluit me aan bij de heer Van Dalen, ik denk ook niet dat de oplossing per se Nederlands is. En ik denk ook niet dat de mate van veiligheid die we nu toedichten aan dan wel die servercertificaten, dan wel clientcertificaten, gekwalificeerde certificaten, hoe we het ook allemaal noemen. Ik denk dat de mate van extra veiligheid die we daaraan toedichten, met ons geloof van rond 2000, in de wet gecodificeerd in 2003, dat die mate heel beperkt is. En dat deze discussie in die zin, excuus helemaal niet ergens over gaat. Ik denk dat als je kijkt wat de werkelijke grote computer security problemen van dit moment zijn, die spelen, ik wil niet zeggen bijna exclusief, maar voor een groot deel op de client computer. Dat gaat om malware, aanvallen tegen de computers bij mensen thuis. Als er aanvallers zouden zijn die zich zouden werpen op het zetten van valse handtekeningen door gewoon in te breken op de clientcomputers waar de chipcards in zitten en die helemaal klaar zijn om die handtekening te zetten, dan zou dat gebeuren. En zodra de financiële belangen groot genoeg zijn, gaat dat ook gebeuren. En daar maakt niet voor uit of die certification authorities betrouwbaar zijn, of ze wel of niet van PricewaterhouseCoopers een papiertje hebben gekregen. Dat doet er allemaal niet toe. Dus ik wat doet er dan wel toe? Want mijn vraag was ook eigenlijk, kunt u die situatie schetsen zoals u hem zou willen hebben? Wat doet er dan wel toe? Nou, ik denk dat er hele fundamentele problemen zijn in computerbeveiliging, waarvan niet bovendeks niet gerealiseerd wordt hoe fundamenteel deze zijn. Het gevoel is, er is een lek, dat hebben we dicht, maar dat komt wel weer goed. Van beneden deks zou ik eigenlijk willen doorgeven van er zijn steeds meer lekken. De lekken nemen in omvang toe. Ze zitten steeds dieper onder de waterlijn. De pompen houden het niet bij, 30 graden slag, zei. Ik denk dat we ons heel erg de vraag moeten stellen hoeveel goederen willen wij nog meegeven aan de MS Computer Technology. Dat we heel erg moeten gaan bedenken van in hoeverre willen we afhankelijk zijn van deze technologie.
We zijn er voor een heel groot deel van afhankelijk. We kunnen niet anders. We zullen wel moeten. We zullen het beste systeem moeten maken wat we kunnen. Maar we moeten ons wel heel goed beseffen dat dat grenzen heeft. Zoals de heer Van Dalen ook al zei. Ik geloof niet in een overheid die iets realistisch kan zeggen over de beveiliging van een database waarvoor een heel Nederland het surfgedrag in zit. Dus ik denk dat als je daar een kostenbatenafweging bij maakt, van wat zijn de risico's van zo'n opslag en wat zijn de opbrengsten daarvan, dat de risico's mede onder invloed van allemaal hoera roepende meneren in pak vreselijk worden onderschat. En dat het heel erg, dat als er iets de wake-up call is, dan is het dit, om te gaan bedenken van dat kunnen wij gewoon nog helemaal niet. Er zijn wetenschappelijke problemen. Nog even los van de praktische dingen en dat het ook nog allemaal niet goed geregeld was bij DigiNotar. Maar los van die praktische problemen zijn er ook fundamentele wetenschappelijk onopgeloste vragen in dit veld. Dit is allemaal heel jong. Is dat een... Ja, dat is heel duidelijk. Ja, ja. En dat is ook zeer, zeer belangrijk, omdat we natuurlijk iedere week weer, zou ik bijna willen zeggen, in de Kamer geconfronteerd worden met nieuwe stappen die gezet worden op het gebied van databases bijvoorbeeld, of andere systemen waarbij je als overheid of als burger weer een stukje meer afhankelijk wordt van de ICT. Dus die kreet die pik ik zeker op. Heeft u nog behoefte om even antwoord te geven op die andere vragen die ik stelde? Dus, het ging over Iran. Ja. Wat was precies de vraag? Ja, of het waarschijnlijk is dat de hack volledig is gebeurd zonder kennis of ingang die zijn oorsprong had in het Westen. Nou ja, kennis heeft wat betreft het internet en computertechnologie natuurlijk altijd zijn oorsprong in het Westen. Dus dat is fundamenteel al lastig. Ik durf dat niet te zeggen, ik heb daar geen directe kennis over. Maar het zou ook heel goed kunnen dat het inderdaad, zoals nu een beetje de suggestie is, een 21-jarige jonge man is die heel erg opschept over vrij basale vaardigheden die hij zojuist heeft verkregen. En dat er misschien pas in een later stadium contact is ontstaan met een overheid van Iran. Ook wat betreft die certificaten, er zijn al bij allerlei certificaten op allerlei momenten vreselijke dingen misgegaan. Dus het is niet zo dat er nu ineens een soort hele nieuwe situatie is ontstaan. Er worden wereldwijd apparaten verkocht die niks anders doen dan met behulp van valse certificaten verkeer afluisteren. Wat de overheid van Iran nu waarschijnlijk op een redelijk primitieve manier heeft gedaan. Daar worden apparaten voor verkocht die niks anders doen. Dat betekent dat er klanten zijn, overheden, inlichtingendiensten, politie, die dus kennelijk beschikken over bronnen die valse certificaten op afroep kunnen produceren. Als er laatst iemand die zei was een onderzoeker die zei, vijandelijke staten, maar goed, bedoelt ze natuurlijk helemaal niet als een paal boven water, dat altijd in onze ogen vijandelijke staten zijn die over dat... Heel veel staten beschikken zelf over de mogelijkheden om certificaten uit te geven, zover ze maar willen. Akkoord. En op mijn laatste vraag had u inderdaad al antwoord gegeven. Dan ga ik naar de heer De Winter. Maar ja, u weet, dat zeg ik maar niet, maar een groot gedeelte van het gas is natuurlijk nu wel voor uw voeten weggemaakt. Want u zegt zelf al in uw tekst, meen ik, dat het niet om incidenten gaat. Ja. Excuus. Kunt u even uw microfoon uitzetten? En meneer De Winter ook? Ja. Discipline. Ik heb twee hele concrete vragen aan u dan, meneer De Winter. U zegt in uw tekst, die we van u hebben gekregen, in die context was duidelijk, het ging over, nog iets later bleek veel certificaten ook al eerder te zijn ingetrokken, de optie van een niet gescheiden omgeving was realistisch. In die context was duidelijk dat iedere garantie over PKI-overheid compleet niet op feiten gebaseerd kon zijn. Wanneer trok u die conclusie precies? Voor mij was het helder op het moment dat het bleek dat certificaten waren ingetrokken. Eerder al dan het Google-certificaat en dat het om een veel meer certificaten ging. Dus dat het niet om één certificaatje ging en het daar ook bij was gebleven. Maar dat het een structurele vorm had. Precies weet ik niet meer of dat dinsdag of woensdag was. Maar het was vrij recent na het bekend worden op maandagavond, de 29e. Dus het verbaasde u dat op woensdag het ministerie van Binnenlandse Zaken nog zei, er kan niets aan de hand zijn met PKI-overheid? Wat ik ook heb geschreven, de opmerkingen over logius hun manier van communiceren, hadden in mijn ogen niets meer met de realiteit te maken. En dat had ook niet meer de indruk van een organisatie die nog wist waarover ze sprak. Voorzitter, mijn laatste vraag.
U zegt ook nog in uw stuk, via bronnen is mij ook duidelijk geworden dat interne technische dienst bij GovCert wel aanwezig is, maar dat het voeren van regie gewoon niet tot de skillset behoort. Is dat niet gewoon eigenlijk überhaupt het probleem als het gaat om de ICT-veiligheidsvraagstukken? Nou, bij het aanpakken van incidenten is dat inderdaad wel de kern van het probleem. Van hoe pak je dat op? Hoe snel pak je dat op? Wie laat je de regie voeren? Op dit moment bleek gewoon uit de feiten dat nog niet goed onder regie was. Ja, men liep achter de feiten aan. Men loopt nog achter de feiten aan, want er zijn nog steeds gemeentes die nog proberen nieuwe certificaten te krijgen. We hebben het niet over rocket science. We hebben het hier eigenlijk over relatief overzichtelijke procedures. En als dit dus nu al misgaat op eigenlijk iets relatief kleins, ja, dan inderdaad 30% slagzij is nog misschien wat optimistisch. De heer Elissen? Ja, dat woord rocket science, dat spreekt mij wel aan. En mijn collega zei net dat het heel duidelijk was. Nou, ik moet bekennen, de momenten waarop het heel duidelijk is vanavond zijn voor mij wat schaars. En dat heeft misschien meer met mijn kennis van zaken te maken dan met u. Maar misschien heeft het ook te maken met alle andere beperkingen vanwege geheimhoudingsplichten. En ook misschien omdat bepaalde figuren niet aan tafel zitten. Dat terzijde. Ik kom even bij meneer De Winter. Want dan probeer ik het even heel simpel te maken. Vroeger gaf je een voorlichting, als we het over de gewone wereld hebben, niet die digitale wereld. Dan had je van die tips van zorg voor goed hang- en sluitwerk en je voorkomt inbraak, hè? Heeft u voor ons een paar goede tips, zeg maar, om ons digitaal beter te beveiligen? Hele simpele. En dan bedoelt u waarschijnlijk niet de hele technische. Om heel simpel te gaan, leid de ambtenaren op. En dat leer ze omgaan met technologie. Leer de basale dingen die meekomen met het gebruik van een computer. En ja, er zijn gewoon normen die zo uit de kast kunnen worden getrokken. Om zeg maar een minimaal niveau van beveiliging te hebben, gebruik ze. Er zijn op dit moment gemeentes in dit land die hebben nog niet eens een ICT-beveiligingsplan. En dat zijn er meer dan één, kan ik u zeggen. Vanochtend had ik een vrij grote scoop over het verhaal dat toch een aantal keer nog steeds de veiligheid van de staat in het geding is. Dat kwam eigenlijk als bijvangst bij een WOP-verzoek dat ik probeerde helder te krijgen in welke gemeentes gaat het overkeerd. Want vooral denk ik bij decentrale overheden mogen wij ons zorgen maken. ICT in het algemeen is niet op dit moment gewoon niet bij de overheid in goede handen. En dat doet me pijn om dat te zeggen. Nou, dat is in ieder geval een hele duidelijke conclusie en ook een aardige tip. Mag ik hem zo begrijpen dat u zegt dat eigenlijk de overheid de regie weer zou moeten nemen op centraal niveau en dan ook voor de decentrale overheden. En dat het belangrijk is dat we die expertise dus ook in eigen huis hebben, zodat je dus toezicht, controle en handhaving beter kunt organiseren. Voor zover het de overheid zelf aangaat, lijkt me dat een hele logische stap. Ik denk dat het niet momenteel aan de overheid is om ook nog dingen rond burgers en zo te gaan doen. Want ik denk dat ze eerst maar eens moeten leren hun eigen spullen goed te bewaren, goed te archiveren en toegankelijk te maken. En misschien dat we daarna weer eens kunnen verder praten, maar dat is nu echt te vroeg. Dank u wel, dat is in ieder geval geen rocket science. En dan heb ik een vraag aan de heer Van Dalen. Want u had het dus ook inderdaad over de overheid als opdrachtgever, steken laten vallen. Die aanbesteding, dan hebben we dus over behoeftestelling. Pakket van eisen. Dus misschien ook nadrukkelijker kijken naar hele strenge voorwaarden voor een audit. Vindt u ook dat het zeg maar qua expertise en regiefunctie bij de overheid op dit moment absoluut beneden niveau is? Laat ik dat absoluut even weglaten, want dat biedt meer ruimte. Het is voor mij niet mogelijk om daar in algemene zin een antwoord op te geven. Het enige wat ik kan zeggen is aan de hand van wat we bij DigiNotar hebben gezien, dat een systeem waar de infrastructuur van de overheid van afhankelijk is, interne communicatiestructuur van de overheid, dat daar de realiteit, de werkelijke beveiliging niet overeenkwam met wat er op papier gesteld werd. En dat zou inderdaad een aanleiding zijn om daar strenger naar te kijken bij volgende aanbestedingen, zowel intern als extern. Ja. Dank u wel. En dan een laatste vraag, mevrouw de voorzitter. Want u bent terecht heel streng.
aan de heer Perre. U bent natuurlijk van de brancheorganisatie. En het is natuurlijk heel fijn als je als brancheorganisatie de ruimte hebt om het eigenlijk zelf te reguleren met een ultralight toezicht. Maar met de kennis van dit moment, zou u er ernstige bezwaren tegen hebben als de overheid zelf aan nadrukkelijk de lead zou nemen en dat eerste lijns toezicht naar zich toe zou trekken en uiteraard in samenspraak met zeg maar de branche? Ik ga er op dit moment even uit dat u refereert aan de certificaten en alles wat daaromheen. De markt heeft, wat eerder benadrukt is, het systeem rond de certificaten is gebaseerd op vertrouwen. Dat betekent ook dat het gebaseerd is op vertrouwde partijen in de markt. Ik denk dat de markt daarmee ook heeft heel veel waarde hecht aan juist dat er op een goede manier de eisen die gesteld worden aan die markt, ook voor alle partijen op de goede manier worden nageleefd, zodat dat vertrouwen in die markt hoog blijft. En in dat kader denk ik ook dat de adequaat toezicht moet zijn op het naleven van die eisen. Omdat dat alleen maar uiteindelijk dat vertrouwen in die markt hoog houdt, het vertrouwen in de markt hoog houdt, het ook vertrouwen in het systeem daarmee omhoog houdt en waarborgt. Dank u wel. Dan begrijp ik ben het met u eens, vertrouwen is belangrijk. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat misbruik van vertrouwen dus goed wordt aangepakt en vroegtijdig wordt onderkend. Dus die controle moet beter. En de eisen zouden misschien ook wat duidelijker kunnen en misschien wat strenger. Bent u dat met me eens of ga ik dan weer te ver? De vraag is of het ligt aan het pakket van eisen op dit moment. Of dat het gaat om de naleving van die eisen. Ik denk dat in de evaluatie op dit incident goed gekeken moet worden waar precies de lessen geleerd kunnen worden. Ligt het bij het niveau van eisen? Ik denk dat deze op dit moment al vrij hoog zijn. En dat een aantal marktpartijen ook zijn die aan die eisen voldoen. En daar proberen om daar hun dienstverlening op aan te passen. En dan misschien zelfs bovenuit te stijgen als kwaliteitskeur. Dus voordat het gaat naar het meteen strenger maken van de eisen, eerst kijken naar of de eisen op een goede manier worden nageleefd en dus of het toezicht daarop goed is. De allerlaatste, dan rond ik echt af. Vindt u dan een verkeerde conclusie van mij als ik zeg dat het een zwakke schakel is dat je die audit redelijk vrijblijvend hebt georganiseerd en dat je het toezicht afhankelijk maakt van een melding vanuit die auditor? Dat vind ik een redelijk specifieke vraag. Ik kijk naar het systeem van toezicht en ik constateer daarin dat adequaat toezicht nodig is. En de wijze waarop dat geregeld is, vind ik daarmee ook voor de toezichthouder. Dan bent u het met mij eens inderdaad dat het adequaat toezicht op dit moment onvoldoende is? Ik denk dat uit de situatie is gebleken dat er niet in de markt op dit moment partijen zijn die in ieder geval aan de basale eisen niet hebben kunnen voldoen. En dat door toezicht onvoldoende is opgemerkt op tijd. Oké, de heer Heijnen. Wat doet de industrie, vraag ik aan de heer Perge zelf, om het vertrouwen in, om met de woorden van de heer Grongrijp te spreken, de boot met voortdurend meer lekken, diep onder de wateroppervlak, om dat vertrouwen in de industrie op peil te houden? En als ik gelijk doorga, dan kunnen de anderen nadenken over het antwoord op de vraag. En wat heeft de heer Perge met de brancheorganisatie hiervoor gedaan? Dus in hoeverre bent u echt ook zelf structureel en systematisch bezig om vanuit de industrie opdrachtgevers, in casu de overheid, te ondersteunen in het garanderen of zoveel mogelijk van de betrouwbaarheid in het systeem? Dan aan de heer Grongrijp zou ik, die heeft hele stellige opvattingen over van alles, dus ik kan het aan hem rustig vragen. Wat vond u van het optreden van de overheid vanaf die vrijdag? Ik geloof dat het 2 september was. Dus de crisiscommunicatie, de aanpak. En daar was ik toch wel benieuwd naar om daar van iemand op enige afstand iets over te horen. En aan de heer De Winter, die ik ken als een goed onderzoeksjournalist. Bent u er nu al achter wat dat extra veiligheidsregime is voor PKI-overheid? Want daar ben ik echt in deze hoorzitting naar op zoek. En ik heb het nog niet gevonden, dus ik vraag het aan u. Om te beginnen op de eerste vraag, wat doet de industrie zelf? Ik denk dat, wat ik net zei, de industrie heeft belang bij vertrouwen in die markt. En ik denk dat juist het incident nu ook aantoont dat de industrie heel snel handelt om ook de overheid enerzijds bij te staan in het oplossen van de problematiek, het assisteren en het ondersteunen in het minimaliseren van de impact.
maar kijk naar internationaal ook de ICT-industrie. Het waren meteen maar internationaal de reacties kwamen met beveiligingsupdates die geprobeerd hebben om meteen eventueel risico's uit dat systeem ook meteen weg te halen. Ik denk dat de industrie probeert om zich op allerlei manieren het vertrouwen in het eigen systeem daarmee ook omhoog te houden. En daar adequaat op te reageren als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Kijk naar de tweede vraag over het meewerken en wat de industrie zelf doet om de overheid ook te helpen om, noem het even als goed opdrachtgever, de juiste eisen te stellen. Voor East Office is het van groot belang dat er aan de kant van de opdrachtgever deskundigheid is en een goed overzicht is van wat er aan de markt gevraagd wordt. East Office heeft daar in het verleden al in het kader van een samenwerkingsprogramma met de Rijksoverheid diverse instrumenten voor ontwikkeld. Een daarvan is de ICT-haalbaarheidstoets, waarbij de overheid vanuit de markt een toets krijgt aangereikt om te kijken welke vraag de overheid heeft en hoe die het best aan de markt gesteld kan worden, zodat de vraag van de overheid ook beantwoord wordt. Ik denk dat dat soort instrumenten, publiek-private samenwerking, waarbij de ICT-industrie probeert om de overheid daarmee te helpen om verdere stappen te laten zetten en probeert om ook dat professionaliteit in opdrachtgeverschap te doen vergroten, dat een hele waardevolle bijdrage is en ook een hele waardevolle bijdrage kan zijn op het gebied van de informatiebeveiliging binnen de overheid. Wat betreft de vraag over de reactie van de overheid en mijn mening daarover. Ik denk dat er een hoop dingen gebeurd zijn die wel moesten. Aan de andere kant denk ik dat het allemaal een beetje met meer poeha gebracht is dan wat mij betreft had gehoeven. Er is de persconferentie om 1:00 s'nachts, de mate waarin dat allemaal een soort gewicht kreeg. Terwijl wat mij betreft dat hele SSL-systeem dat gewicht al niet verdient. Dat heeft mij persoonlijk verbaasd. Aan de andere kant heb ik begrepen wat er allemaal in Nederland van die certificaten afhankelijk is. Van de aftapinfrastructuur tot... Dus daar mag je dan enig gewicht aan hechten. Ik heb wel vanaf het eerste moment dat ik dat hoorde, die mededeling dat de PKI-overheidscertificaten niet betrokken zouden zijn, heb ik vanaf het allereerste moment ongeloofwaardig gevonden. Omdat het gegeven of er ergens niet iets aan de hand is, is het moeilijkst vast te stellen. Je kunt heel makkelijk vaststellen van nou dit is betrokken, dat is betrokken, hier zijn nog betrokken systemen, daar is nog iets aan de hand. Maar om vast te stellen dat in een tak van zo'n technisch systeem niks aan de hand is, dat is het laatste wat je kunt doen. En dat zo snel al gebeurd zou zijn, heb ik vanaf het eerste moment ongeloofwaardig gevonden. En dat zou wat mij betreft beter uitgelegd mogen worden het is al eerder ter tafel geweest, waar die stelligheid vandaan kwam. Ik denk dat het over PKI-overheid en over wat je nu precies mag verwachten daarvan, het is voor mij net zo mistig als voor u helaas. Wat dat betreft is de miljoenennota een stuk makkelijker toegankelijk geworden vanmiddag dan dit soort informatie. Om daar gelijk maar wat aan toe te voegen, het is natuurlijk ook wel bizar dat we niet weten wat we krijgen met een PKI-overheidscertificaat. En eigenlijk dat niet fatsoenlijk is uitgelegd. Ja, is raar. Mag ik ook nog iets over de industrie zeggen, naar aanleiding van wat hiervoor is gezegd? Als uw buurman even de microfoon uitzet. Oké. In dat geval, ik heb net toch stijgende verbazing naar ICT Office zitten luisteren. Het gebeurt met enige regelmaat dat ik op lekken word gewezen. Laten we zeggen 1 à 2 keer per dag. Er zijn leveranciers die de overheid software leveren, die expliciet een verbod geven op het installeren van patches. Dat gebeurt in de gemeentemarkt. En daardoor kan het gebeuren dat databases soms maanden later of soms niet worden geüpdate. Dus het nemen van die verantwoordelijkheid richting de overheid door leveranciers heeft een lichte ruimte voor verbetering. Tweede is... Vanmiddag weer werd er dus een lek duidelijk waarbij Jeugdzorg Plus personeelsgegevens in een database op heeft geslagen, waarbij de voorlichter later zegt, ja, eigenlijk was dat ook helemaal niet nodig.
En we waren toch al van plan om alle dynamische informatie weg te halen. Jeugdzorg Plus werkt ook met gesloten inrichtingen. Ik zou niet graag personeelslid zijn dat mijn gegevens dan op straat komen liggen. En dit is echt schering en inslag. Dus, en zo heb ik een aantal leveranciers de revue zien passeren bij de gemeente Den Helder, nu bij Jeugdzorg Plus. Waar gewoon een website wordt afgeleverd die inherent onveilig is en waarbij je dubbel klikt op een Windows tool en vervolgens wordt een database leeggetrokken. Dit moet echt veranderen. Voorzitter, dan begrijp ik dat naar aanleiding van mijn vraag aan de heer Pegge, de heer De Winter zegt, en dan in mijn woorden, dat de industrie, daar kan de brancheorganisatie natuurlijk niet persoonlijk, zou ik maar zeggen, voor aangesproken worden, maar dan toch misbruik zou maken van zwak opdrachtgeverschap door niet alle eisen te voldoen die je redelijkerwijs aan zou moeten voldoen. Nee, dat is niet. Het is gemakzucht komt meestal voort uit een heel basisprincipe uit de beveiliging. Beveiliging gaat om economie. En waarom zou ik een update installeren of energie in een klant steken als ik het geld toch al binnen heb? Op het moment dat je een andere vorm van druk zou neerleggen, zul je zien dat een industrie zich anders gaat gedragen. Dat zie je in de luchtvaart. Bijvoorbeeld de Federal Aviation Administration in de Verenigde Staten kan hele hoge boetes opleggen. Het gevolg is dat luchtvaartmaatschappijen die eigenlijk lak hebben aan heel veel procedures, dat dan toch maar doen om de FAA van hun lijf te houden. Wat je ziet is dat gewoon nu niet de economie is ingericht om beveiliging bovenaan het lijstje te hebben staan. En dus wordt het een sluitstuk van de begroting. En dat het nu opeens in de aandacht staat, zal dus betekenen dat er een stapje weer wordt gezet totdat dit weer inzakt. Of totdat er bijvoorbeeld een meldplicht komt, zodat opeens opdrachtgevers gaan zeggen van hey, ik loop risico, zorg mij dat je veilige spullen krijgt. Op het moment dat er een lek bij de gemeente Den Helder door mij wordt blootgelegd, gaan de gemeentes in de omgeving opeens raadvragen stellen van oei, had hij ook bij ons kunnen langskomen met een verhaal? Daarvoor heb je volksvertegenwoordigers overal. Maar misschien wil de heer Pech wel reageren op wat u zegt net. Er zijn veel zaken de revue gepasseerd intussen. Allereerst om het beginnen. Op individuele casus kan ik niet ingaan. Dat zult u begrijpen. Daar heb ik geen kennis van. In brede zin denk ik dat opdrachtgeverschap hier wel een belangrijke en cruciale rol speelt. En er zijn een aantal punten geconstateerd hier. Waarbij ik denk dat juist ook de professionaliteit van het opdrachtgeverschap bij gemeenten en decentrale overheden, maar ook gewoon de kleinere organisaties, ook in het MKB. Maar daar is kennisniveau, blijft daarachter over welke vragen aan de markt te stellen om ook echt de goede oplevering te krijgen. De markt is daar ook, denk ik in brede zin, actief mee bezig om daar zo goed mogelijk op in te spelen. En dus proberen en te helpen om dat opdrachtgeverschap te verbeteren. Maar het begint wel met de eisen die gesteld worden. Op het moment dat er door partijen weinig of geen eisen worden gesteld, dan is ook de vraag of het product uiteindelijk voldoet aan de impliciete wens die aan de voorkant zat bij de opdrachtgever. Dus vandaar dat East Offers ook zeer belangrijk vindt en dat daar ook het voortouw in neemt om die dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in brede zin te stimuleren met als doel beter opdrachtgeverschap, betere eindproducten en daarmee ook natuurlijk een veiligere situatie. Daarmee kom ik even op het punt wat u noemt over dat sluitstuk, beveiliging als sluitstuk van de begroting. Dat heb ik ook geconstateerd. Dat is vaak een groot probleem. En dan komt dat meteen ook het punt. Beveiligen kost vaak natuurlijk ook op een bepaalde manier geld. En je zult daar toch als opdrachtgever in de private of publieke sfeer, zul je daar ook je geld voor vrij moeten maken. En als dat niet gebeurt, of onvoldoende gebeurt, dan blijft dat altijd een sluitstuk van die begroting. En loop je het risico dat uiteindelijk die veiligheid er niet beter van wordt. Ik zag dat naar aanleiding van mijn vragen de heer Gongrijp nog iets wilde toevoegen. Dus als u dat toestaat, dan ben ik klaar. Goed, ik strijk over mijn hart. De heer Gongrijp. Dank u wel, voorzitter. We hebben in de stemcomputerdiscussie een heleboel geleerd over opdrachtgeverschap van de overheid. En ik heb natuurlijk in de ICT-wereld ook wel het een en het ander voorbij zien komen.
Nederland is een klein land en er is een klein clubje bedrijven die voor de overheid nadenkt over wat ze eigenlijk willen. Beoordeelt hoe ze dat willen, eisen samenstelt. De overheid heeft in Nederland eigenlijk alleen nog maar juristen in dienst. En if all you have is a hammer, the whole world looks like a nail. Als je alleen maar juristen hebt, dan krijg je alleen maar regeltjes en eisen. Maar je krijgt geen kennis over wat je werkelijk zou willen bouwen. Bij verkeer en waterstaat is langzamerhand wel kennis ontstaan over wat goede wegen zijn en wat niet. En over hoe je wegen bouwt. En ook al is dat top-level kennis, er is wel een soort visie over wat je zou willen. En er zijn modellen van dingen die wel werken en dingen die niet werken. En in zo'n nieuw gebied als dit ontbreekt dat. En dan ontkom je er niet aan om als overheid zelf een visie te ontwikkelen over wat wil je nou en wat zijn de ontwikkelingen in de markt en wat vinden we daarvan. En ik vind dat de overheid, centraal en decentraal, te veel inkoopt. Ik vind dat de overheid op het allerhoogste niveau ook een eigen verantwoordelijkheid heeft en zelf na moet denken. En ik denk dat het bedrijfsleven in Nederland gillend van de lach, toeterend in dure leaseauto's om de ministeries heen rijdt, omdat er daarbinnen niemand is die begrijpt waar zij mee bezig zijn. En dat hele complexe projecten eigenlijk alleen maar worden ingericht om zoveel mogelijk interconnectiepunten te hebben waar die bedrijven, als het misgaat en het gaat altijd mis, waar die bedrijven vervolgens elkaar de schuld kunnen geven voor allerlei vertragingen. En omdat het er maar zo weinig bedrijven in Nederland zijn, komen ze de volgende keer toch wel aan de bak. En ik denk dat dat een fundamenteel probleem is waar de overheid ook eerlijk moet zijn en moet zeggen van er wordt gewoon om ons gelachen. Deze bedrijven liggen in een deuk en verdienen vreselijk veel geld. Is er een land dat wel een Rijkswaterstaat voor de IT heeft? Want daar pleit u voor. Nee, ik denk dat de overheid in zo'n dynamisch gebied waarbij nog niet allemaal staande wetenschap is over hoe je het zou moeten aanpakken, dat je bereid moet zijn om het snel anders aan te pakken en dat je daar zelf heel veel kennis over in huis moet halen. Daar is het niet aan te ontkomen. De boodschap is buitengewoon helder. Ja. Ik geef even kort het woord aan de heer Pech. Ik kan alleen maar zeggen dat het de basis van het pleidooi van de heer Groengrijp, namelijk dat de overheid basale kennis in huis moet hebben om zijn opdrachten juist in de markt te zetten, dat vanuit East Offers zeer wordt onderstreept. En dat in de samenwerking die we hebben met de Rijksoverheid, wij dat ook steeds benadrukken. Wel. Nee, ik geef nu het woord aan de heer Elfazet. Ja. Allereerst een vraag voor de heer Pegge. Opdrachtgeverschap en de kennis die er bij de overheid moet zitten, dat is correct. Maar in hoeverre ziet het ICT-office en de branche een maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om dit soort zaken? Los van wat er nu in Iran gebeurt, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om privacy, als het gaat om veiligheid. Gewoon basale zaken waar ook de heer Van Dalen met zijn organisatie aandacht voor vraagt. Dan een vraag aan de heer Groengrijp. Hoe ver lopen we eigenlijk achter? Ik heb hier een artikel uit 2000, dat is 11 jaar geleden. En daar staan 10 risico's als het gaat om PKI certificatieautoriteit. Die 10 risico's, die kan je allemaal loslaten op DigiNotar. En dan lig je echt onder de tafel ongeveer. Dus mijn vraag is, hoe ver lopen we achter? En hoe moeilijk denkt u dat het is voor hackers om toegang te krijgen tot basale databanken als telecomgegevens, belastingdienst en dat soort zaken? Dan een vraag aan de heer De Winter. Welke informatie zou nou eigenlijk openbaar moeten zijn om ervoor te zorgen dat vertrouwen enigszins hersteld wordt? In eerdere instantie vroeg ik over het feit dat op de maandag, en u kent volgens mij de data in deze kwestie van DigiNota heel erg goed, op de maandag op een gegeven moment wordt het bekend, waarschijnlijk wordt er geen melding gemaakt. Want als er een melding had gemaakt moeten worden, dan was de registratie van DigiNota meteen ingetrokken. Wat is er op die maandag nou misgegaan en waarom heeft het nou een week moeten duren, los van dat de overheid eerst op een onderzoek wilde wachten van de heer Prins? Had op maandag niet eigenlijk al het vertrouwen moeten worden opgezegd, omdat het een impliciet vertrouwen was en niet een expliciet vertrouwen? En we vertrouwen u pas, bedrijf X of Y, voordat het tegendeel bewezen is. Is dat niet de kern van de zaak als het gaat om de DigiNota-kwestie? En dan aan de heer Van Dalen. In dat opdrachtgeverschap van de overheid, heeft u nou het gevoel dat privacy en veiligheid zij aan zij staat of bovenop elkaar liggen? Of heeft u het gevoel dat in Nederland privacy en veiligheid als tegenovergestelde worden gezien? Nou,
U stelde de vraag in hoeverre de branche zelf en iets te opvoers daar ook een soort verantwoordelijkheid neemt om beveiliging en privacy hoog op de agenda te zetten. Ik denk dat vanuit iets te opvoers spreek ik dan. Wij proberen om dat op zoveel mogelijk momenten te doen. We hebben ook aan uw Kamer een aantal keren daarin aangegeven dat beveiliging hoger op de agenda kan. En dat ook daarvoor de aandacht voor privacy daarin heel belangrijk is. Privacy en beveiliging van persoonsgegevens en daarmee ook de bescherming van privacy zijn de kern in dat vertrouwen rond ICT. Op het moment dat misbruikt wordt of verkeerd gebruikt wordt of onbewust verkeerd gebruikt wordt, levert dat een schade op aan het vertrouwen. Het is daarom ook voor ICT offers van zeer groot belang dat juist die privacy en beveiliging altijd expliciet worden meegenomen in die ICT-projecten. Want dat niet alleen aan het eind doet op het moment dat het bijna klaar is, maar bij wijze van spreken meteen vanaf het begin goed wordt gekeken op welke wijze privacy en beveiliging een kern vormen van dat project. En ICT Offers is bereid en wil graag ook samenwerken met de overheid om de expertise die daarvoor in de markt is, in de publiek-private samenwerking, op een goede manier in te zetten daarvoor. Maar in het hele traject van aanbesteding, komt nou privacy en veiligheid op het einde of komt het nou aan het begin? En als de branche een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, adviseert u dan de overheid om privacy en veiligheid aan het begin van het hele project te zetten? Of zegt u van nou, als er nog geld over is, dan kunnen we daar nog wat voor regelen? In hoeverre het expliciet nu in aanbesteding wordt meegenomen, het begin of het eind, daar durf ik een uitspraak over te doen. Ik vind het wel belangrijk dat juist vanaf de start van projecten goed wordt nagedacht op de manier waarop gegevens moeten worden verwerkt en hoe dat ook beveiligd kan worden. Want juist door het vanaf het begin in te bedden, zorg je ook dat het aan het eind zo veilig mogelijke oplossing staat. Oké, dankjewel. En dan geef ik nu het woord aan de heer Gongrijk om te antwoorden op de vraag van de heer Elverzet. Ja, de vraag hoe ver lopen wij achter? Dan bedoelt u met wij waarschijnlijk Nederland? De overheid, bedrijfsleven, toezichthouders. Ten opzichte van reguliere hackers die op dit moment misschien wel een voorsprong hebben. Ik denk dat de puinhoop homogeen genoeg is. Dat we niet ten opzichte van het buitenland of ten opzichte van vergelijkbare structuren achterlopen. Ik denk dat, zoals u zelf al aangaf, er zijn heel vroeg al allerlei waarschuwingen geweest. Ik ben zelf al vanaf de jaren 80 actief om te zeggen, luister, dit is mooie nieuwe technologie, dat heeft grote mogelijkheden. Ik ben zelf in de jaren 80 actief geweest om te zeggen, we kunnen met z'n allen gaan communiceren via computernetwerken. Dat werd toen vrij belachelijk geacht. Maar ik heb ook gezegd, er zijn grote risico's aan deze technologieën. We moeten er wel over nadenken dat het niet allemaal mooi en prachtig is. Je moet hier realistisch over blijven. En inmiddels worden overheden bijgestaan door adviseurs op dit vlak die hun scholing in de jaren 90 hebben. Die toch vooral in die hoera-fase zijn blijven steken. Van hoe fantastisch het allemaal is. Ik heb eigenlijk een heleboel momenten gehad dat er waarschuwingen zijn geweest. Er zijn ook zelfs hoorzittingen geweest. En ik merk dat het eigenlijk pas, ik merk pas effecten in bestuurlijk Nederland op het moment dat het misgaat. Wij hebben bijvoorbeeld in 2009 uitgebreid geroepen van er komt heel binnenkort een moment dat allerlei mensen, de bottom feeding News of the World-achtige journalisten, iedereen gaat rondlopen met gsm-telefoons om sms'en en gesprekken af te luisteren. Die technologie is nu dermate oud, dat gaat er aankomen. Ik kan u op een briefje geven dat als dat over een half jaar gebeurt en er inderdaad allemaal News of the World voor iedereen affaires gaan spelen, dat dan ineens iedereen roept van dit hebben we niet kunnen voorzien en wat een toestand, dat we gaan we allemaal weer met de handen omhoog in een kringetje rennen. Nou, volgens mij hebben we vier ministers waar dat bij gebeurd is. Maar heeft u het idee dat signalen nou serieus worden genomen als er een digitale Pearl Harbor is? Of denkt u dat zo'n zaak als DigiNotar
Dat schrikt even op. We hebben hier een hoorzitting over, debat over. En vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag. Of heeft u het gevoel, dit is een kleine Pearl Harbor, maar klein genoeg omdat het niet enorme gevolgen heeft. Want als het bij VeriSign bijvoorbeeld was gebeurd, dan waren de gevolgen nog wat groter. Is zo'n incident nou, denkt u, genoeg om die waarschuwingen serieus te nemen? Ik vrees van niet. Ik denk dat de staande praktijk om gewoon mooie dingen te laten bouwen door mensen in pak die dat mooi komen beloven, dat het allemaal heel prachtig wordt. En de staande praktijk om steeds meer in databases te stoppen en de privacy en veiligheidsrisico's daarvan zo ver mogelijk in een hoekje te duwen. Ik denk dat die gewoon voortgezet wordt morgen. Ik denk dat er veel meer voor nodig is om die te doorbreken. Wij zijn heel erg, wij hebben grote ambities in Nederland. Wij willen, zeker op het gebied van beleid en zeker als het gaat om het hebben van optimale informatie voor beleid, ja, daar zijn wij bereid heel veel voor aan de kant te zetten. En we willen ook niet zien, denk ik. Op een heleboel vlakken willen wij doen alsof alles veilig is. En we hebben die illusie nodig omdat we die beleidsambities anders niet waar kunnen maken, los van of die realistisch zijn of niet. Zijn hiermee vragen voldoende beantwoord? Pardon? Ja? Oké. Okay. Ik was even weg, dus ik besef opnieuw inhaken. De heer Van Dalen. Ja, dank. De Winter. Sorry. Ja, u vraagt mij welke informatie openbaar zou moeten zijn. En dat vroeg u eerst algemeen en daarna wat specifieker. Eerst zal ik even op het specifieke ingaan. Op 29 augustus was er nog geen reden om aan te nemen dat DigiNotar aan de strop moest worden gehangen. Want op dat moment wisten we niet meer dan dat er een incident was en dat er iets aan de hand was. Als op dat moment dat bedrijf naar buiten was getreden, kijk naar GlobalSign bijvoorbeeld, waar vorige week toch ook van alles speelde, dan was de vertrouwensbasis een hele andere geweest. En deze industrie draait om vertrouwen. Dus het werd pas een probleem toen opeens bleek dat al 6 weken lang dit lek bekend werd. Het werd een nog groter probleem toen sinds 28 augustus bekend was dat men wist dat niet alleen certificaten waren gecreëerd, maar dat 300.000 mensen daar misbruik of er daar slachtoffer van waren. Toen werd het, dus dat stuk van ja, op het moment dat je een incident hebt, is het inderdaad wel heel erg verstandig om best wel snel open te zijn. Een van de media waarvoor ik schrijf is Webwereld. We hebben zelf een keer een lek gehad. En de hoofdredacteur heeft, geloof ik, 2 of 3 uur later alles gewoon in de openbaarheid gegooid. En dat gaf 30, 40 boze reacties. En daarna was gewoon het vertrouwen hersteld. Weet je likt je wonden en je gaat weer verder. Wat moet openbaar worden? Ja, u vraagt het Big Wobber. In mijn ogen, alles wat niet ons echt direct in gevaar brengt, hoort gewoon openbaar te zijn. Dat schept vertrouwen. Dat voorkomt ook situaties dat dingen gelekt worden. Dat voorkomt een heleboel ellende. En zeker als het gaat over beveiliging, ik baal ervan dat bijvoorbeeld een gemeente als mijn gemeente Ede niet gewoon de beveiligingsdocumenten online zet, zodat de gemeente Wageningen, die bijvoorbeeld geen beveiligingsplan heeft, daar dus wat mee kan doen. Dat soort dingen zou ongelooflijk helpen. Lost natuurlijk niks structureel op in de zin van dat het nu gewoon eigenlijk veel beter kan. Maar wat het wel zou oplossen is dat je heel veel wantrouwen zou wegnemen. En ik heb na meerdere WOP-verzoeken ervaren dat als je gewoon de stukken online zet, bij burgers gewoon de reactie juist is dat er vertrouwen ontstaat. Openbaarheid werkt gewoon. Goed, de heer Van Dalen. Ja, dank. Na alle verhalen van de heer Gongrijp over mannen in pak begin ik me inmiddels een beetje bezwaard te voelen. Maar ik hoop dat u mij toch nog wil aanhoren. Dankjewel. U vroeg over de verhouding tussen privacy en veiligheid. Wat ik vaak mis, wat wij als organisatie vaak missen, is een besef dat privacy ook een vorm van veiligheid is. En dat het niet opslaan van gegevens of het zeer terughoudend zijn met de opslag van gegevens, dat op zich al een hele goede manier is om misbruik te voorkomen, om datalekken te voorkomen. En dat de gegevens die worden opgeslagen onder het mom van veiligheid, zoals bijvoorbeeld telecomgegevens, met wie je belt, waar je bent, dat die gegevens soms niet op zo'n manier zijn opgeslagen dat ze
de burger juist veiliger maken. Sterker nog, ze maken hem juist onveiliger. Het SIOT, waarin telecomgegevens worden opgeslagen, daaruit uit rapporten, de befaamde audits, blijkt dat de virusscanner handmatig wordt upgedate als een medewerker ziek is. Dan wordt dat niet gedaan. Daar is geen enkele conclusie uitgetrokken. Ik heb niet, nadat wij dat openbaar hebben gemaakt, gezien dat vervolgens een nieuw beleid is gecreëerd, dat al dat soort databanken, dat daar vervolgens echt serieus met naar beveiliging wordt gekeken. En dan krijg je het punt dat de gegevens die onder het mom van veiligheid worden opgeslagen, de Nederlandse burger eigenlijk alleen maar minder veilig maken. De vraag staat daarmee afdoende beantwoorden. Ik heb nog één vraagje namens de VVD. Ik ga ook niet in herhaling vallen, want er zijn al heel veel vragen gesteld. Maar we focussen in dit gesprek heel erg op de overheid en de rol van de overheid. Maar dit raakt natuurlijk ook, deze hek raakt natuurlijk ook het bedrijfsleven. En mijn vraag is, heeft u inzicht, want dat heb ik eerlijk gezegd niet, hoe de certificatenproblematiek speelt, met name in het midden- en kleinbedrijf op dit moment? Heeft iemand, een van u, een idee? Of niet? Dat kan hoor. Misschien meneer Pegge. Ik heb daar geen goed inzicht op. Maar wat ik begrijp is niet dat de certificaten waar het nu op is gebaseerd, met name de overheidsinstantie, wordt kort gebruikt. Er zijn ook heel veel andere certificaten ingetrokken. En er zijn de bedrijven die eigenlijk aangeven op dit moment, we zijn het vertrouwen in de overheid helemaal kwijt. Zij stellen de overheid verantwoordelijk voor een betrouwbare certificaatverstrekker. En de vraag is, hoe kunnen we daar dan weer op in gaan spelen? Maar het kan goed zijn dat ik hier helemaal vraag. Wat zegt u? Ja. Nee? Niemand? Meneer Pegge. De enige wat ik op die vraag kan antwoorden is dat ik dat niet weet. Ja, dat is in ieder geval helder. Wat ik nog een andere vraag, want in het geval van DigiNotar, het is natuurlijk moeilijk communiceren omdat er allemaal geheimhoudingsplichten zijn, behalve voor jullie en DigiNotar zelf tot mijn spijt niet aan tafel zit. Maar wat mij wel is opgevallen is dat bij eerdere incidenten bij andere bedrijven, het is net al genoemd, hè, Comodo, maar ook star.com volgens mij, dat er toen wel gelijk gemeld een melding is gemaakt en dat er toen ook de noodzakelijke maatregelen door die bedrijven zijn genomen. Maar wat mij opvalt, en dat werd van de week ook weer bevestigd, is dat bij die incidenten niet de details zijn vrijgegeven. Dus geen de scripts, de IP-adressen, dat is allemaal niet gedaan. En daarmee wordt het volgens mij voor de overheid onmogelijk om up-to-date te blijven als het gaat om de ontwikkelingen in dit soort zaken. Dus bent u van mening dat daar niet een soort plicht bij zou moeten komen, behalve die meldingsplicht, om ook details vrij te geven, om inzicht te krijgen in de laatste ontwikkelingen als het gaat om grote incidenten, inbraak, et cetera. Dan begin ik even bij de heer Prins en dan ga ik door naar de heer Pegge. Maar dat vind ik wel aardig als de heer Prins even reageert. Ja, dit gaat over het delen van informatie rondom security incidenten uiteindelijk. Wat die bedrijven doen is ook om het leesbaar te houden, inderdaad voor hun klanten een helder statement naar buiten maken dat er een incident is geweest en dat ze mee bezig zijn. Maar wat daarnaast gebeurt, en dat valt dan misschien buiten het normale zicht, is dat binnen de security community en binnen CERTS, waar GovCert ook deel van uitmaakt, dat degelijk heel snel informatie wordt gedeeld, zodat andere organisaties zich op die manier ook heel snel kunnen wapenen. En dat is een structuur die ontstaan is, misschien ook wel zoals het internet ontstaan is, zonder regulering van de overheid, maar van de partijen die het beste voor hadden met het internet. En die hebben elkaar weten te vinden en die elke dag krijgen wij meldingen binnen van andere securitybedrijven over incidenten hier mogelijk in Nederland. En die delen we netjes weer met GovCert. En andersom weet GovCert ook wel eens iets te melden waar onze klanten wat aan hebben. Nou, zeer veel dank voor deze informatie, want eerder deze week kregen wij vanuit GovCert andere informatie. Dus vandaar ook deze vraag. Maar dat is weer interessant. Dus dat ik nogmaals aan de orde stellen, de heer Pegge. Wat denk ik de kern is ook van beveiliging is op een goede manier kunnen leren van elkaars incidenten. En dus leren van zaken die ook de eigen organisatie zou kunnen betreffen. Ik denk dat zoals de heer Prins ook aangeeft, er ook
via verschillende werelden die informatie elkaar bereikt. Dat raakt even aan het punt wat eerder hier aan deze tafel genoemd is, namelijk de zaak van openheid. Op het moment dat je open bent, geeft het ook meer vertrouwen in hoe je daar als bedrijf mee omgaat, met hoe serieus je als bedrijf omgaat met dit soort incidenten. Daar staat tegenover een verplichte openheid. Waar nu de praktijk is dat bedrijven van elkaar kunnen leren op een goede manier door elkaars incident in vertrouwen met elkaar te kunnen delen, loopt het risico dat, waar eerder ook over meldplichten is gesproken, het risico dat het in een versterk, wat meer verjuridiseerd traject komt op het moment dat je de plicht gaat leggen bij bedrijven om het een en ander open te maken. Dat wil ik wel als zorgpunt meegeven, aandachtspunt in ieder geval voor de follow-up van dit soort incidenten. Ja, eerst mevrouw Hashi. De heer Pegge heeft het een en ander gezegd over privacy en veiligheid hoog op de agenda krijgen. Zowel bij de opdrachtgever, maar uiteraard ook vanuit het bedrijfsleven. Het is wat mij inderdaad ook te binnen schoot, is maatschappelijk verantwoord ondernemer. In hoeverre is er besef bij bedrijven? Als ik bijvoorbeeld alleen al kijk naar het geval wat nu met DigiNotar is gebeurd. Waarbij dus kennelijk ook mensenlevens mee gemoeid gaan. Als we het onderzoek moeten we afwachten, maar die verhalen zijn er en het zou ook dus zo kunnen zijn. In hoeverre is het besef bij bedrijven die dus opdrachten uitvoeren, in dit geval op het gebied van ICT, opdrachten van de overheid, hebben ze het besef dat ze dus ook met data te maken hebben, dat ze ook met een opdracht te maken hebben, waarbij ze dus tot op het niveau van mensenlevens verantwoordelijkheid kunnen dragen over als de dingen dus fout kunnen gaan. En mijn tweede punt, we komen ook richting een afronding, dus ik zit ook zelf een soort samenvatting te maken van wat de informatie die ik hier vandaag gekregen heb. Kijk, het is een illusie om te denken dat we 100% het internet kunnen afdichten. Dat lijkt me een heel, heel gezond uitgangspunt. En zelfs het systeem van certificaten en vertrouwen lijkt ter discussie en daar moeten we met de tijd mee. Maar uiteindelijk heb ik drie vragen. En de derde vraag die zou ik zo meteen aan de heer Gongrijp willen stellen. Mijn eerste vraag zou zijn, waar is het fout gegaan? Daar zijn we als politiek natuurlijk heel erg geïnteresseerd. En ik denk dat in dit geval het niet gaat om één zwarte piet toebedelen. Maar gezien de betrokkenen denk ik dat het om meer fout op verschillende plekken bij verschillende betrokkenen denk ik ligt. De omvang van het probleem is mijn tweede vraag. Ik denk dat ik aan de hand van de inbrengen veel meer uit kan halen dan... maar misschien dat iemand zich nog geroepen voelt om daar nog iets over te zeggen. Maar mijn derde vraag zou ik aan de heer Gongrijp willen stellen. Dat is namelijk, wat moet er gebeuren om zo goed mogelijk beschermd te worden tegen hackers? En aangezien ik weet dat u het dichtst in de buurt komt van een hacker, wat u ons nog mee zou willen geven? Laten we beginnen met die laatste. Nee. De heer Pegge. Over dat besef van persoonsgegevens. Ik denk dat als je kijkt naar de topprioriteiten voor ICT-bedrijfsleven wereldwijd, staat beveiliging in die top. Omdat het vertrouwen in ICT en het vertrouwen in de inzet van de ICT en het vertrouwen in het beheer daarvan, het goede beheer daarvan, van fundamenteel belang is voor het vertrouwen in ook zeg maar het geheel van ICT-infrastructuur. Dat is wel om de eerste deel van die vraag te beantwoorden. Tweede deel gaat over beseffen bedrijven dat ze ook met persoonsgegevens te maken hebben altijd. Het is maar de vraag of de opdrachtgever duidelijk maakt om welke soort gegevens het überhaupt gaat. En ik denk dat daar ook dat komt weer met professioneel opdrachtgeverschap naar voren. Er zijn natuurlijk verschillende type data die je kunt verwerken en waar je ook zeg maar, de ICT-bedrijfsleven voor kunt inzetten om dat te doen voor jou of om daar de hulp bij in te roepen om het in te richten voor de organisatie zelf, voor de opdrachtgever. Op het moment dat onbekend is, heel simpel in het kader van beheer van data, dat onbekend is wat voor soort gegevens het betreft, bedrijven kijken niet naar de data. Zullen dat gewoon beschouwen als wat de opdrachtgever daarin aangeeft. En wat de kern is en wat de kern moet zijn, is dus dat door beter opdrachtgeverschap er ook betere beveiliging en beveiligingseisen worden gesteld aan de ICT-omgevingen. Waar ook vanuit de opdrachtgever bewustwording komt met welk soort gegevens men bezig is.
in hoeverre, daar gaat mijn vraag ook over als het gaat om besef, nemen bedrijven ook de verantwoordelijkheid om ook de opdrachtgever de spiegel voor te houden op het moment dat zij vinden dat bepaalde keuzes niet gemaakt worden, maar waarvan het bedrijf zegt van ik zou dat wel doen, het kost wel geld, maar gezien de veiligheid, gezien de gegevens waar we mee werken, wordt zo'n terugkoppeling ook ongevraagd of gevraagd vanuit het bedrijf, en dat noem ik echt maatschappelijk verantwoord ondernemen, richting de opdrachtgever. Want de overheid, zoals we weten, de kennis is niet altijd in huis. Hoewel ik vind dat we daarin moeten investeren, maar dat is wel de praktijk. Nemen bedrijven die verantwoordelijkheid? Ik kan niet voor alle bedrijven spreken. Ik denk dat een aantal bedrijven en veel bedrijven zeg maar, security echt als kern nemen in ook opdrachten die zij doen. Zal ieder bedrijf het doen? Ik weet het niet. Kan ik geen antwoord op geven, dat gaat te specifiek. Maar ik denk dat, wat ik al eerder zei, dat juist het zo moeilijk is om beveiliging op de goede agenda te krijgen bij de opdrachtgever. En daarmee ook, zeg maar, u zegt het zelf, ook daar het kost geld. En daarmee is het vaak alweer snel van tafel. En ik denk dat een belangrijk aandachtspunt is waar ook in de toekomst gewoon hard aan gewerkt moet worden tussen bedrijfsleven, overheid en zowel bedrijfsleven, opdrachtgevers als opdrachtnemers binnen het bedrijfsleven. Een hele kleine aanvullende vraag op deze vraag van mevrouw Gesthuizen. Nee? Oké. Ik zag meneer De Winter zo kijken van alsof het niet helemaal klopte, maar dat doen we dan dadelijk. Ja, sorry. Er waren twee vragen gesteld die voor mij van belang zijn. De eerste vraag is, wat is nou misgegaan? Ik denk een van de sleutels is overmatig optimisme. Ik heb het daar al over gehad. Dat wil ik niet allemaal herhalen. Maar een soort optimisme over wat deze technologie allemaal zou kunnen en welke eigenschappen die allemaal zou bezitten, ook al zijn we daar nog helemaal niet. En dat brengt me ook gelijk, ik spring maar even door, want ik heb een heleboel dingen natuurlijk al gezegd. Nou, wat is dan de oplossing? Nou ja, de oplossing is om te matigen in wat we daarmee willen. En goed te luisteren naar wat critici zeggen over wat er wel en niet kan. Ik heb in het stemsysteem voor de waterschappen, hebben we uitgebreid moeten aantonen dat je dat volledig over kon nemen. Zelfs met alle certificaten overigens van DigiNotar en zelfs met alles wat daar aan verklaringen overigens van PwC over lag, dat volkomen open lag dat je dat kon overnemen. En dat is een soort getouwtrek geweest met een overheid die daar volstrekt niks, geen feiten tegenover kon stellen, maar die gewoon op basis van, nou ja, we hebben het nou eenmaal zo geregeld. Dus een soort statisch, het is nu eenmaal zo geregeld. In 2003 in dit geval hebben we allemaal wetgeving gemaakt en het zit nu eenmaal zo in elkaar. De wereld hoeft niet meer dezelfde te zijn op het moment dat je merkt dat het allemaal niet werkt. En ik denk dat je de flexibiliteit moet hebben om elke paar jaar te kijken van werkt dit nog wel? En wat als je een werkelijk bedreigingsmodel zou maken voor deze hele certificatentoestand, dan kom je eruit dat deze certificaten eigenlijk maar een heel klein stukje van dat bedreigingsmodel afdekken. Nou, dan moet je misschien het belang wat je er met z'n allen aan hecht, moet je bijstellen. En als dat betekent dat je daardoor bepaalde ambities niet meer kunt waarmaken of alleen anders kunt waarmaken, dan moet je dat aanpassen. Je moet dus, ik denk dat je flexibeler moet zijn en sneller moet kunnen reageren op hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. En dan, ik heb dat ook al gezegd, daarvoor zul je ook zelf moeten weten hoe de wereld in elkaar zit. Je kunt dat niet van tevoren bedenken dat je dat aan KPMG gaat vragen of deze week aan iemand anders. Je zult dat zelf als overheid proactief moeten gaan bedenken van hey, de wereld zit anders in elkaar. Ik denk dat, als ik iets zou moeten zeggen, is dat denk ik het hoogst liggende wat je zou kunnen doen. Daarop, Een hele korte. Ik wil wel naar de afronding. Maar dat betekent dat er heel veel kennis in Nederland aanwezig zou moeten zijn. Dan kom je eigenlijk weer op de vraag, op die capaciteit, is er voldoende kennis in Nederland voor mensen om bij de overheid dit soort taken op te nemen? Ja, maar ik denk dat de overheid niet voldoende realiseert dat ze die kennis zelf in huis moeten hebben. Ik denk dat al heel snel onder de juristen, en de overheid is toch een systeem van juristen, dat gezien wordt als hele specialistische kennis die je het beste kunt inhuren. Wat op een heleboel gebieden ook zo is. Maar helemaal bovenaan moeten wel mensen zijn die de wereld overzien, die een beetje snappen waar het naartoe gaat. Dus ik denk dat als ik zoiets zou moeten zeggen, zou dat het zijn. Oké, helder. Mevrouw Gesthuis, had u nog een vraag?
Ja, voorzitter. Ik kom dan toch eventjes bij het punt uit wat ik net wilde navragen bij meneer De Winter. Want toen de heer Pegge zei, als er vanuit het opdrachtgeverschap meer bewustzijn is van risico's, et cetera, dan komt het uiteindelijk wel goed. Wat is zijn reactie daarop? Nou, dat het in de toekomst zo is, dat is ongetwijfeld waar. Maar hij zei het ook over nu, dat opdrachtgevers daar heel bewust van zijn. De feiten spreken daar gewoon niet in het voordeel. En dat bedrijven soms niet weten wat ze gaan afleveren aan de overheid. Als ik naam, adres, woonplaats zie, dan realiseer ik mij dat dat wel eens privacygevoelig zou kunnen zijn. Als je de specificaties onder ogen krijgt, dan weet je dus wat voor type specificatie dat is. Op het moment dat je een computer gaat afleveren om bijvoorbeeld een database te draaien, dan zul je toch moeten weten wat dat ding globaal gaat doen. En als je dat niet vraagt, wat voor leverancier ben je dan en wat voor klantrelatie heb je dan? En als allerlaatste opmerking zou ik graag nog heel even kort iets over privacy in het algemeen willen zeggen. Want dat eigenlijk de hele sfeer, de hele cultuur bij de overheid is dat als iemand met negatief nieuws komt, dat er een dubbelloopsgeweer wordt gepakt en je wordt afgeschoten. Ik heb dat helaas in mijn privésfeer moeten ervaren wat het betekent als een overheid achter je zit. Er wordt alleen maar een goed nieuwsshow opgehangen. Bijvoorbeeld, kijk even naar de overchipkaart. Er wordt verkondigd vanaf een podium dat de privacy goed zit en tot twee keer toe grijpt daarna het CBP nog een keer in. Vervolgens worden wij niet wakker. Hier, exact op deze plek, heeft een professor gezeten, Bart Jacobs. Die werd weggebonjourd omdat hij kritisch was over de overchipkaart. Boy, was he right. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, de overheid moet mensen die kritisch zijn eens gaan leren koesteren en misschien inderdaad weer eens even daar wat oor voor gaan hebben. En ook bedrijven, als die worden geconfronteerd met kritische mensen, zouden daar heel erg dankbaar voor moeten zijn. Gelukkig zijn er inderdaad bedrijven vol continu met beveiliging bezig. Ik was zelf onder de indruk van het rapport van Fox IT. En ook de snelheid waarmee dat is gemaakt en kennelijk het vuurwerk waarmee dat gepaard is gegaan. Het kan dus wel. En het is maar een kwestie van willen. En ik hoop dat wat u gaat meenemen, is dat u nu voor het eerst ook echt gaat willen. En dat we hier niet volgend jaar weer zitten. Het is leuk om scoops te hebben, maar ze kunnen echt op een heel ander vlak. Oké, voorzitter. Mijn allerlaatste vraag van vanavond, die kan heel kort aan de heer Pegge. En dat is, ik hoor hem nog de hele tijd zeggen, en lees het ook in de bijdrage van ICT Office, incidenten. Nou zijn er een aantal sprekers geweest vanavond die zeggen, het gaat niet om incidenten. Wat is nou uw visie daarop? Kunt u dat iets specifieker maken? Nou ja, u doet het voorkomen alsof de problemen die er zijn rond, of het nou gaat om ICT-issues, of je er nou naar kijkt met een overheidsbril, of dat je kijkt naar of bedrijven die risico's wel serieus genoeg nemen. We hebben het daarbij ofwel over incidenten of over iets wat toch structureler verkeerd zit. De wijze waarop wij in de voorbereiding op deze ronde tafel die notitie hebben voorbereid, gaat om dat het is gebaseerd op incidenten. Het zijn ook altijd individuele zaken waarover het in de inbreuk op beveiliging bijvoorbeeld gaat. Ik denk wel dat als je de incidenten optelt, kom je bij de constatering die ik aan het begin deed, dat beveiliging hoger op de agenda moet. En dat is dat zou mijn belangrijkste boodschap ook zijn. Leer van datgene wat nu gebeurd is. Kijk waar de verbeterpunten zitten. En zorg dat beveiliging op een goede manier geagendeerd wordt bij de overheid en in het bedrijfsleven. Zie je het als een kans, zegt u eigenlijk? Het is een kans. Dan in aansluiting erop, dank u voorzitter. Ja. Toen straks tipte mevrouw Hennis dat onderwerp ook al even aan. En u zegt het nu zelf ook, kennis delen. Hè? Kijk, het belangrijkste is vertrouwen. Dan reikt ervoor uit dat economisch belang ondergeschikt is aan veiligheid. Want ik zie toch eens een vitale infrastructuur om een vergelijking te maken. Het is gewoon een inbraak, alleen dan op internet. Dus ik noem het cybercrime. En bij gewone inbraken of misdrijven delen we dan kennis. Kijken we naar modus operandi. In hoeverre kijkt u nu vanuit uw brancheorganisatie onderling naar die modus operandi en deelt u die kennis met de toezichthouders, met de overheid? Ik wil daar één voorbeeld in noemen om te illustreren dat voor ICT Office dit een belangrijk thema is. Binnen een tijd terug is het initiatief gestart van het CPNI,
Center.nl, het Center for Protection of National Infrastructure. Daarin zitten de zogenaamde kennisdelingsplatforms waar bedrijven onderling kennis en ervaring delen over incidenten die zij mee hebben gemaakt en maatregelen die ze erop hebben getroffen. Het is met, zeg maar, mede met, door de inzet van East Offers ook dat een aantal dienstverleners binnen de ICT-sector ook met elkaar om die tafel zijn gaan zitten. En juist de stap hebben genomen om de zaken die zij zien op hun systemen, om die ook in onderling vertrouwen te kunnen delen met elkaar. Onderdeel van die platforms is ook onder andere GovCert. En daar op die manier wordt ook geborgd dat natuurlijk de kennis die daar gedeeld wordt, wederzijds, ook terechtkomt bij de overheidspartijen die eraan deelnemen. Ik denk dat een voorbeeld is van hoe East Offers het belang daarvan inziet. Probeert om waar dat mogelijk is ook de kans te grijpen om dat ook verder op de agenda te zetten. En er alles aan doet om ook bedrijven te stimuleren om dat ook met elkaar een stap verder te komen. Zijn er nog hele prangende vragen? Want ik denk dat we echt heel veel gevraagd hebben van onze gasten. Mag ik u hartelijk danken allen voor uw geduld en bijdrage en toch openhartigheid, al was het soms buitengewoon moeilijk. Dank u wel.